En dan die vierde, wat was het nou? Timon Diaz heeft Charlotte gevraagd of zij de meme queen wil worden van de Old Continent. En ze heeft nee gezegd, als altijd, want ze heeft te druk met studie. Ja. Ze willen het ook zo graag bij Forum overal hebben en zo. Nee, ik heb geen zin in. Maar wat het leukste leuk om mee te beginnen is eigenlijk hoe jij gezien wordt als een moslimhatende, vrouwenhatende, problematische fascist. Dat is wel raar. Je zou zeggen dat als je een hekel had aan vrouwen, dat je dan een islam top zou vinden of zo. Zo simpel is het ook helemaal niet. Maar word ik zo gezien? Ik bedoel, als jij blijkbaar door Kafka op een lijst gezet wordt, ja, als je geweigerd wordt voor een optreden, ja, als een docent van jou uit jouw band wil, omdat... Ja. Maar, dus, ik vraag me ook af van waarom... Wat is er zo stuitend aan jouw positie, denk jij? Ik weet niet, als ik me verplaats in een persoon die het niet met mij eens is, kan ik me heel goed voorstellen dat het heel gevaarlijk klinkt. Mm-hmm. Dat kan ik me wel voorstellen. Mm-hmm. Daar ben ik niet blind voor. Ik ken wel mensen bijvoorbeeld bij Forum die helemaal niet kunnen empathiseren met links. Kan ik wel. Ik ben links opgevoed. En heb ook een vrij links temperament. Dus wat is er zo stuitend? Nou ja, dingen zeggen over een religie waar soort van over is afgesproken. Dat je het daar beter niet kritisch over kan hebben, want die hebben het al zo moeilijk. Mm-hmm. En als je dat echt gelooft, ja, dan is het wel... Je hebt het nu over Mark, toch? Ja. Die kon het heel, die vond het ook heel moeilijk om te dealen met het Volkskrant-artikel waar ik in zat. Is dat die ene die over de plight of the young men ging? Ja, zoiets was het, toch? Ja, het ging over het fenomeen Peterson. Ja. Ik denk dat je misschien even het anekdote uit moet leggen, zodat mensen ook begrijpen wat het over gaat. Dat hij in zijn gezicht... waar je het dan ook over hebt, zeg maar. Wat je zei, je bedoelt Mark, maar mensen... Oh ja, ik weet niet in hoeverre ik mensen... Je hoeft geen namen te noemen natuurlijk, maar... Nee, een vriend van me, ik beschouw hem nog steeds als een vriend. Hmm. Vriend, die vertelde mij dat hij... De Volkskrant, ja, dat is zijn schuld. Dan moet je met de Volkskrant lezen, dat dacht ik vooral. Ik stond in die krant, was een artikel, ging over het fenomeen Jordan Peterson. En wat ik zo interessant vond, is dat eigenlijk mensen dus hadden al bedacht waarom hij populair is. Bij alleen maar jonge mannen, wat sowieso niet waar is. Alleen bij alt-right, wat al helemaal niet waar is. Alt-right is een hekel aan hem, want die vinden hem een race mixer en een kuk en weet ik veel wat allemaal. Maar die conclusies waren al getrokken, mm-hmm, over wie Jordan Peterson is en waarom hij populair is bij jonge mannen. En die mensen gingen mij dus ook, Hassan en Anieke, die gingen mij dus ook interviewen daarover bij mij thuis. En waarom kwam ze bij jou? Volgens mij, ja, ze hadden met Sid Lucassen gepraat. Mm. En toen zei ik tegen hem, nou ja, je kunt zo nog wel op mij afsturen. Ik heb gewoon heel veel naar Peterson's materiaal gekeken. Op het wil gebruiken in mijn scriptie. Dus ik heb redelijk encyclopedische kennis van wat hij allemaal op YouTube heeft staan. Omdat ik het intrinsiek interessant vind ook. En ik denk ook wel dat ik de appeal begrijp van zijn boodschap. Mm-hmm. Dus toen zei ze, oké, dan willen we wel naar jou toe komen. Dus we hebben een heel prettig gesprek gehad. En daar bleef heel weinig van over in de eindredactie. En ze hadden echt hele smerige dingen gedaan. Zoals... Er was dus een foto's van mij, die was ik voor naar Amsterdam gegaan, de redactiefotograaf. Mooie foto's ook. En daar was ik wel blij mee. Maar daar stond dan bij mijn hoofd, geef me mijn mannelijkheid terug. Zonder aanhalingstekens. Dat had ik niet gezegd. Maar de suggestie wordt wel verdomd heel erg gewekt dat ik dat gezegd heb. Maar dan heb ik een mannetje. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van wat ik vond. Mm-hmm. En daar was ik vrij pist over. Dus ik was niet zo blij met wat. Wat vond je dan wel? Huh? Wat was er? Dat is iets uit context gehaald dus. Nou ja, dat heb ik nooit gezegd. Dat is een soort... Want het ging over het fenomeen Peterson. Ik werd gevraagd om dat ook te duiden. En dan werd ik gebruikt om dat in te leiden. Laat een aantal mensen aan het woord. Maken ze daarna een fotocompilatie van Thierry Baudet, Poetin, Peterson, Trump. En een hele rare verzameling mensen. En wat mij betreft was het een soort hitjob op het fenomeen Jordan Peterson. Die hebben gewoon de mening overgenomen uit Canada en uit de VS en uit de Anglosfeer. Die zijn al wat eerder met dit soort dingen. Dat er eigenlijk een gevaarlijke man komt. En wat hij doet
is heel populair zijn onder jonge mannen. En als er heel veel jonge mannen bij betrokken zijn, dat kan niet deugen. Volgens mij was dat... ik vond het zo interessant. Ze vroegen dan... Jonge witte mannen trouwens. Ja, blanke. Ja. Ik ga niet meer in die onzin. Trouwens, als je aan het praten bent en ik kijk naar je en ik reageer niet, dan is het niet omdat ik weggevallen ben, maar omdat dat als ik dit zeg of dit doe, dat is storender voor het beeld dan. Ja, klopt. Dus als ik stoïcijns naar het kijken ben ik wel gaan het luisteren. Nee, ik geloof je. Kijk, ik zei het ook tegen die interview. Ik vind het zo opmerkelijk dat wanneer iemand heel populair zou zijn bij jonge vrouwen of oude mannen of zwarte mannen, weet ik wat. Dat zou dan niet per se out of the ordinary zijn. Maar als enorme volkstammen, jonge gasten enorm geïnspireerd raken door die man. En dan is dat gelijk iets link. Wat moeten we hier nou mee? En er gaat een soort wantrouwen tegenover mannen vanuit, vond ik. Ik vind het gek. Dat ze het zo raar vonden. Ik denk, heb je zijn lezing Dat is vanuit die gedachtegang kan ik het heel goed begrijpen. Want de jonge witte mannen zijn degene geweest die altijd de overheerser zijn geweest. Precies. Nee, hoezo moeten zij nou weer een held krijgen? Het zijn de vrouwen, die hebben helden nodig. Die hebben representatie nodig. Dat zal natuurlijk wel inderdaad onderliggende assumptie zijn. Maar ik zei dat tegen ze om een beetje te kijken van... Denk eens na over waarom vind je dat zo... Het wordt heel onheilspellend. Ik heb ook wat kranten recensies van zo'n boek gelezen waar ik van kon zien. Die hebben het boek niet gelezen. Die zeggen ja, dat houdt van de evolutietheorie. Want die houdt de vrouwen er tenminste onder. Ik dacht, wat? Ik weet zeker dat je het boek niet gelezen hebt. Want ik heb het gelezen een paar keer. Het idee was ook dat we het zouden gaan vertalen voor de Blauwe Tijger. Dat is niet wat erin staat. Helemaal nergens. Niet eens iets wat erop lijkt. Wat hij zegt, en dat vond ik ook zo opmerkelijk, wordt iemand, en dat geldt voor iedereen, waarvoor andere mensen respect kunnen hebben. Hè, dus als je... Oh, in de gebieden wijs. Wordt zo iemand... Ja. Wordt iemand die zichzelf kan respecteren, dan zullen anderen respecteren. En respect is niet het gevolg van bullying, maar van weten wie je bent en waar je mee bezig bent. En dat druist in, en dan ga ik even in de Peterson-modus, dat druist in tegen ideeën dat... hiërarchieën en competentie het gevolg zijn van onderdrukking en onrechtvaardigheid. Ik vind dat dus als ik één grote links-rechts distinctie kan maken, ik denk dat je er één echt kan maken, is het dat links ongelijkheid een probleem vindt en rechts niet. Mm-hmm. Als je rechts bent, dat is echt een groot verschil. En hoe ongelijkheid dan gedefinieerd wordt, dat kan op allerlei manieren. En ja, ik vladder een beetje. Ja, dit vul ik even voor jou in, maar ik denk dat het wel klopt. Want dat is ook wel iets wat Peterson zegt. Mm-hmm. Te veel ongelijkheid is een probleem, maar te weinig is ook een probleem. Nou, te weinig kan... Dus, te veel gelijkheid is een probleem. Nou, dat kan alleen maar als gevolg van een milieuramp. Of een mislukte oogst, of een oorlog. Dat zijn de great level. Gelijkheid of... Ja, dus... Nou, als iedereen hetzelfde heeft, heeft iedereen even weinig. Dat is hoe het in de geschiedenis altijd is gegaan. Dus in problemen om alle verschillen in uitkomst te verwijderen, had iedereen gewoon niks. Omdat het staatsapparaat dat nodig is om zoiets te distribueren, zo ongelooflijk veel kost. Qua manuren, resources, geld, tijd. En dan lukt het dus niet om een samenleving te creëren waar mensen in willen wonen. Als je het individu, en dat is het hele Peterson standpunt. Mm-hmm. En dat is ook hoe ik op het idee kwam voor mijn scriptie. Het hebben over de rol van het individu als categorie in het Westen. Het idee is dat in het Westen als geen andere cultuur heeft ingezien dat als je het primaat geeft aan het individu, dat individu is belangrijker dan de groep. Dat je dan het potentieel grootste aantal mensen unlockt. Mensen vrij laten om hun potentieel uit te buiten. Nou, dat klinkt uitbuiten negatief, maar natuurlijk volledig te optimaliseren. Dan kunnen anderen daar ook van profiteren. Dus het idee van, als je een samenleving hebt waarin hardwerkende, getalenteerde, intelligente mensen aan de top eindigen. Dat is mooi, want dat zijn ook altijd de mensen die dingen bedenken en produceren die het leven makkelijker en beter maken voor anderen. Maar nu is het argument, waarom zijn het dan alleen maar blanke mannen die aan de top komen? Dus ten eerste is dat niet waar. Als ze echt eerlijk zouden zijn, zouden ze zeggen Joden en Aziaten. Nee, maar dat is ook waarom ik het een gevaarlijke gedachtegang vind. Van je kijkt naar de top en dan extrapoleer je dat naar de rest van de maatschappij. Hier schreef ik een keer een artikel over
De loonkloof. Mm-hmm. Nee, ja, het ging over het glazen plafond. En ik zei, maar dan ook een glazen vloer. Want wat er gebeurt is, kijk naar de top 5% van de vermogende Nederlanders. Het zijn bijna allemaal mannen. Bijna allemaal. Dus vrouwen zijn er wel. Dat is niet verboden. Dat ten eerste. Dat is dan 11% of zo. In de top van het bedrijfsleven, de top van de politiek, dat soort dingen, de kunsten. En ik denk, zie je wel, de mannen hebben het beter dan de vrouwen. Want ik heb naar die 5% gekeken en ik heb het geëxtrapoleerd naar de andere 95%. Ik werk in de dakloze opvang, in de nachtdienst. Er komen geen vrouwen. Die hebben al veel, daar zijn veel meer vangnetten voor. Daar ben ik niet tegen. Ik zou willen dat het voor die gasten ook zo was. Maar mensen hebben een compassie- en empathieprobleem met mannen en een empathie te veel met vrouwen. Dat is ook wel meer van die, waarom MeToo zo'n gevaarlijk wapen is. Omdat een vrouw zegt, hij heeft me aangerand, hij heeft me verkracht, hij heeft me dit aangedaan. Iedereen, ik ook, is meteen geneigd dat te geloven. Want we willen niet dat dat gebeurt. Want vrouwen zijn heel kostbaar en heel belangrijk. Ja. En die moeten ons laten weten, net als kinderen. En dat is waarom vaak je ziet dat mensen tegenover vrouwen infantiliseren. Dus waarom dan quota moeten komen, die suggereren dat je het zelf eigenlijk niet zou kunnen. Is omdat die heel... Iedere baarmoeder is veel waardevoller dan één teelbal. Heb je nou de Eerste Wereldoorlog moesten er... De mannen die nog leefden, moesten langs dorpen om al die vrouwen te gaan bevruchten. Om de generatie te verversen. Sorry, wat? Is dat niet? Wat is dit? Dit ken ik helemaal niet. Nou, ik geef je een voorbeeld. Eén theelepel goedkope koolhydraten en proteïne die constant opnieuw verversen in je scrotum... is een stuk minder waard dan één oven, één eicel. Dat begrijp ik, maar ja. Na de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog moesten... waren er dus mannen die langs al die dorpen moesten, want bijna alle mannen waren dood. Vaak hadden die dorpen al een jonge mannen afgestaan. En die moesten dus die vrouwen gaan bevruchten, zodat er weer een nieuwe generatie kon komen. Zo banaal is het. En ik weet niet of ze dat werk leuk vonden of niet, want je moet wel met iedereen, hè. Met een soort, soort gigolo dan. Dat soort shit gebeurt, maar dat gebeurt... Maar dit gebeurde en masse. Zoveel mannen waren er niet meer. Maar dit is wel wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat je weer een generatie opbouwt. Want er is een hele generatie jonge mannen. Die is uitgeroeid. Kun je kijken of je dat kan opzoeken? Ja, even aan het opzoeken. Ja. Je kunt... er is een hele generatie jonge mannen uitgeroeid toen. Hè, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een achterlijke oorlog die om een kilometer gingen. Ergens in België. En dat is ook een van de beefs die ik dan heb met feministen. Die dan hebben over kiesrecht. Ik denk, jongen. Er zit 2 jaar tussen, hè? 1917 voor mannen actief en passief en voor vrouwen passief. En dan 1919 ook voor vrouwen actief kiesrecht. Stond ook dienstplicht tegenover. Sorry, de mannen kregen voor 2 jaar nadat vrouwen... Dus mannen kregen in 1917 algemeen passief en actief kiesrecht. Uh-huh. Vrouwen kregen in 1917 passief kiesrecht, dus ze konden verkozen worden. 2 jaar later kregen vrouwen ook actief kiesrecht. 2 jaar later. Van een regering die alleen maar uit mannen bestond. Ja, en dus, waarom was die 2 jaar vertraging er? Weet ik veel. Nee, het is gewoon vragen. Weet ik niet. Waarom zat er dan 2 jaar achter? Nou, ik vind het... omdat het was gebonden aan dienstplicht. Hmm. Als je dienstplicht had, kreeg je ook stemrecht. En het is niet een hele rare gedachte, want heel vaak gaan de beslissingen over... Gaan we oorlog voeren? Wanneer gaan we oorlog voeren en zo ja, met wie? En je kan je voorstellen dat als jij niet wordt opgeroepen, dat het iets makkelijker is om dan heel belligerent te zijn in je stemgedrag. En dan een andere vraag, waarom was dat binnen 2 jaar omvergeworpen, dat criterium? Omdat wij het heel belangrijk vinden wanneer vrouwen aangeven dat het niet goed gaat, dat ze in gevaar zijn of ongelukkig of pijn hebben, dat we er zo snel mogelijk iets aan doen. Anders was Me Too nooit een wereldwijd ding geworden wat nu iedereen kent. Als seksueel misdrijven tegen vrouwen of misbruik van vrouwen ons niks kon schelen. Dus dat is altijd een draag met, niemand luistert naar ons, dude. Echt gigantische helden uit alle industrieën zijn omver. Is een hele naam aan de kloten vanwege een aantijging, weet je wel. Dus geloof me, je hebt macht genoeg. Alleen een heel ander soort macht. En dan voeg je ook een politieke macht aan toe. Ja. Dan ben ik niet tegen of voor. Want voordat algemeen kiesrecht had je census kiesrecht. Gewoon op basis van je belastbaar vermogen. Er zit ook wel wat in. Dat alleen als jij bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor een heleboel mensen. Omdat je een bedrijf hebt of een grote familiebedrijf hebt of zo. Dat je dan volwassen beslissingen kan maken over beleid. Maar toen was de sociale kwestie nog niet helemaal ingeburgd in de politiek. Dus de toestand van de onderklasse.
een van de goede dingen die communisme heeft gedaan, is ervoor zorgen dat landen sociale wetgeving doorvoerden uit angst om dat er anders een communistische revolutie zou komen. Dat is een van de goede bijproducten. Ja. Wij zijn geen socialistisch land, maar we hebben wel een aantal socialistische idealen. In ieder geval sociale idealen. Mm-hmm. Ik zat vandaag dus net nog bijles te geven over maatschappijleer. En dan zag ik weer het verschil tussen de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten. En de klassieke grondrechten zijn rechten, vrije meningsuiting, rechten, vrije godsdienst, vrijheid van pers, vergadering, dat soort dingen. En sociale grondrechten zijn recht op werk, veiligheid, wonen. Die zijn in 1983 toegevoegd aan de grondwet. Totaal ander iets. Je zou bijna kunnen zeggen dat de linkse grondrechten zijn. Je kunt niet naar de rechter stappen omdat je geen werk hebt. Maar de overheid moet er wel van alles aan doen om ervoor te zorgen dat er genoeg werkgelegenheid is. Dat is een grondrecht, sociaal grondrecht. Ja. En de sociale kwestie, zoals het genoemd wordt, die werd pas veel later ingeburgerd in de politiek. Onder andere omdat er dus arbeiders konden gaan stemmen en vrouwen. De vrouwen van de arbeiders, weet je wel. Mm-hmm. En ik weet niet wie van die twee nou het leven heeft wat ik liever had en wat ik liever zou hebben. Mijn overgrootvader was landarbeider in Friesland. En zijn vrouw had een winkeltje aan de Oude Bilddijk. Ja, het lijkt me allebei kut. Snap je? Dus als iemand tegen mij gaat lopen lullen over mijn wit privilege, is dat waarschijnlijk een middenklasse of upperclass randstad bitchflikkertje, zoals ik dat maar zo mooi. Een randstadfiguur, een randfiguur, die dat dan heeft geleerd bij postcolonial studies op de UvA of zo, en die weet helemaal niks. Die heeft nooit zwaar werk gedaan, nooit een keer in een fabriek gewerkt, en die weet het dan allemaal. En die weet, ja, je bent blank, dus je stamt af van slavenhouders. Nou, die van mij waren gewoon landarbeiders, hoor. Ergens in Friesland. Ja. En mijn opa, die tekende voor vierdienst in de marine. Dit is denk ik inderdaad wel het kernprobleem van het wit privilege verhaal. Ja. Dat er gekeken wordt naar verdiensten per groep of uitbuitingen die door bepaalde categoriseringen die we maken gedaan zijn. Of bepaalde machtsposities die het meest toekomen aan een bepaalde groep. En dat weer geëxtrapoleerd wordt naar jou. Dus omdat jij dezelfde kleur hebt als de rijkste mensen die er zijn of whatever. Wat ook niet eens echt waar is trouwens. Want als je globaal gaat kijken, is dat niet waar. Hoe zit het dan? Nou, ik denk als je de demografie van... Nederland heeft een andere demografische make-up dan India. In India zijn de rijkste mensen niet blank. Echt niet. Mm-hmm. En wie zijn de rijkste mensen? Wie zijn de elites? Dat zijn de mensen met het meeste geld en die vaak dat in de familie weten te houden. Mm. Dus dan heb je van die olietheocratieën in het Midden-Oosten en rondom de Levant, zeg maar. Waar Bin Laden bijvoorbeeld ook uit zo'n familie kwam. Van die puissantrijke oliesheiks. Koninklijke families. Oude financiële sector dynastieën zoals de Rothschilds en Goldman Sachs. Figuren uit die hoek. Dat zijn de grote spelers. Die zijn degene met die hebben meer macht dan regeringen. En tegenwoordig heeft Facebook eigenlijk meer macht dan regeringen. Of Google is machtiger dan een land. Amazon. En Mark Zuckerberg is volgens mij Joods. Als ik een racist was, dan zou ik zeggen dat Joods iets anders is dan blank. Het leuke is dat de mensen, de antiracisten, de hele dag bezig zijn met ras. En dus de hele tijd bezig zijn met categorisering in groepen van daders en slachtoffers. En relatieve daders en slachtoffers, dat is intersectionaliteit natuurlijk. En relatief hoeveel slachtofferpunten, hoeveel oppression points en hoeveel onderdrukkers minpunten krijg je. Als ze hun beleid door zouden voeren, dan zouden ze Joden gaan weren. En daarom vind ik het ook gevaarlijk. Als wie hun beleid zou doorvoeren? Dat was onduidelijk. Als mensen die geobsedeerd zijn met identity politics en groepsgrieven, dan eindigt dat met discrimineren tegen Oost-Aziaten en Joden. Tenminste, dat zou moeten, omdat de Oost-Aziaten en de Joden de machthebber zijn? Nou, niet de machthebber. Ik geloof dat dus niet. Nee, jij gelooft dat niet, maar dat is dus... Als je kijkt naar uitkomst, je zegt, dus dat is de groep die de macht heeft. Ja, maar rij maar eens even onder de kolping. Die zijn ook allemaal wit. Ja, blank, trouw ik niet meer. Die zijn dat ook allemaal. Wat, dat zijn... wat is nou wat je tegenwoordig moet zeggen? Je moet zeggen wit.
Je moet zeggen wit. Je mag niet blank zeggen, want blank is een absence of color. En dat betekent dat jij de default bent, toch? Ja, ja, dat soort dingen. En ik ben het met mensen eens dat taal ertoe doet. Maar ik ben het niet met ze eens dat dit uitmaakt. Het verschil tussen wit en blank. Ja. Ja. Maar wat ik wel geloof is dat zij geloven dat het heel belangrijk is. Anders zou er niet zoveel aandacht aan besteed worden. Mm-hmm. En dus wil ik er niet aan meedoen. Dat heb ik geleerd van Peterson. Als mensen je dingen laten zeggen waarvan je denkt, dit deugt niet. Niet zeggen, nooit. Als mensen jou dingen willen laten zeggen dat waarvan je denkt want dat het is deugt. Gewoon jump through hoop. Want daarin, als je één keer toegeeft, dan wordt het daarna makkelijker. Hè? Want dan geef je ze eigenlijk gelijk. Mm-hmm. Geeft iemand, ja, inderdaad. Ik ben een oppressive patriarchal slaveholder dynastie. Het is onzin, want A... Uit zo'n familie kom ik niet, graag. Dus dat klopt niet. Je zou het argument nog kunnen maken dat als jouw familie van adel is, dat ze dan... zet maar even daar. Dat is die herrie. Als je familie van adel is, dat jij daar dan nu de vruchten van plukt. Denk je, ja, dat is mooi. Ja. Want zij hebben dat geld verdiend. Of je vindt niet dat ze het verdienen. Moeilijk is het in het Nederlands. Geen verschil tussen earn en deserve. Mm-hmm. Verdienen heeft ook een morele connotatie. Ja. Maar mensen bouwen een fortuin op om het aan hun kinderen door te geven doorgaan. Mm-hmm. Dus ja, ik mag verdomme hopen dat je bevoorrecht bent als je ouders rijk zijn. Rijk zijn is het enige echte voorrecht. Ja. Om even het argument te scheiden. Je hebt dus het argument waarbij gebruik gemaakt wordt van het aanwijzen of dat nou klopt of niet van scheve machtsrelaties op basis van ras. Ja. En die dan ook meteen geëxtrapoleerd worden naar individuen. Dus omdat de blanken aan de macht zijn, heb jij als blanke man privilege daarvan. Ja. Privilege je daarvan. Eén moment. Ja. Nee. Dus dat is problematisch. Dat kunnen we zeker zeggen. Ja. Maar als wij even het argument proberen te steelmijnen. Ja. Dat wil ik net gaan doen eigenlijk. Oké, nou, dan zijn we op één lijn. Als we het argument proberen te steelmijnen en te zeggen, oké, er zijn wel verschillen van macht. Er zijn verschillende machtsrelaties binnen maatschappijen. Dus ook Peterson geeft aan, hiërarchieën tenden naar tyrannie. Belangrijk ding, dat de term macht klopt niet. Oké. Dat is gewoon het is Marx 101, maar dan doorgevoerd voorbij economie naar alle andere denkbare vormen van klasse. Je zou het eerder kunnen hebben over invloed. En dat heeft ook een plaats in de hiërarchie. Eerst noemen die dat dominant hierarchies. Mm-hmm. En daarin zit ook wel een marxistische idee van de klassenstrijd. En heeft die later veranderd naar competence hierarchies. Ja. Want in een... Nou, de criterium voor de dominantie hiërarchie was competentie. Zeker, maar het is beter om de term competence. Want, en in die zin doen woorden ertoe. En dan geloof ik dus ook woorden doen ertoe. Je kan het beter competence hierarchy noemen. Want dan dat geeft beter weer waar het over gaat. In de Congo... In landen die door oorlog verscheurd worden, corrupte landen, Korea, ja, dat gaat over macht, pure macht. Mm-hmm. Macht om de ander dingen te laten doen. Mm-hmm. Om de hele dag liedjes te zingen over de grote leider. Maar in het vrije Westen, wat relatief daaraan vrij, het individu vrijer laat, zijn er veel meer mogelijkheden voor individuen om hun eigen talenten, persoonlijke eigenschappen, temperament, intellect, uit te buiten, om daar gehoor aan te geven en daar wat mee te doen, om je roeping te volgen, zeg maar. Mm-hmm. Nou, kijk naar Zweden, daar hebben ze alles aan gedaan. Er is heel weinig inkomensongelijkheid in Zweden. Elke schoonmaker verdient gewoon genoeg om van te kunnen leven. Dan is het ook een duur land, maar dat werkt wel. En dat is ook weer een stokpaardje van Jordan. Je kijkt er dan, wat gebeurt er met de arbeidskeuzes van mannen en vrouwen? Welke vakgebieden gaan ze in? Nergens zo traditioneel ouderwets, jaren 50, als in Zweden. Ja. Want daar kiezen mensen hun gut feeling. Ja. En het is niet economische noodzaak, weet je wel. Dus alle, in India wil iedereen gewoon computerwetenschap studeren, want daar zit het geld. Ja. Dus het argument dat hij gebruikt is, wat hij gebruikt is, hoe minder patriarchaal staten worden, hoe traditioneler de keuzes van mensen voor beroepen worden, toch? Zoiets is het? Of niet helemaal. Hoe zit het precies? Ja, hij gebruikt in ieder geval om aan te geven dat in een volledig
onpatriarchaal land, dat er nog steeds geen 50-50 representatie zou zijn. Juist niet. Juist niet, ja. Nee, het verschil, het ding is, de hypothese van sociaal constructivisme is volledig weerlegd. Het bewijs is binnen. Kunnen we dus op een schoot opgooien, maar goed, dan zijn een heleboel mensen bij sociologie hun baan kwijt. Mm. Dat gaat niet gebeuren. Alleen, ik heb het onderzoek niet kunnen vinden. Oké. Okay. Oh, je kunt er documentaire over kijken. Dus, ja, heet Brainwash. Het is in het Noors. Jernevask. Jij weet wel hoe je dat moet schrijven, denk ik, Jason. Als echt van Noors, ja. Nee, maar je kan toch alleen een ander van Zweeds? Nee. Nou, dacht ik. Nou. Nee. Nou goed, in ieder geval Jernevask. Brainwash, documentaire. Daar gaat hij erover en dan verwijst hij naar de onderzoeken. Maar het is een documentaire, niet een artikel. Ja, het is een serie. De eerste aflevering daarover gaat en dan kun je kijken wat de bronnen zijn die ze gebruikt hebben. Ja, precies. Want het sociaal constructivistische model is: mensen worden worden genderrollen aangeleerd, ja. Worden daarin gesocialiseerd. Alles wordt aangeleerd. Alles wordt aangeleerd en er is geen biologische. Er is geen biologische rechtvaardiging voor het verschil tussen vrouwen en mannen. Toch? Lulkoek. Dat de omgeving een rol speelt, gaat helemaal geen hond ontkennen. Maar het leuke is dat je dus kunt zien dat als je die omgeving helemaal neutraal maakt, zover dat mogelijk is. Hè, dus dan zullen alle mensen zeggen, ja, dat is omdat we niet neutraal genoeg hebben kunnen maken. Dat is net als zeggen, that wasn't real Marxism. Als je die omstandigheden neutraal maakt, hè, jongens moeten ook zittend plassen en dat soort dingen, en er wordt niemand stereotypes aangepraat, dan maximaliseer je persoonlijkheidsverschillen tussen mannen en vrouwen en daarmee ook beroepskeuze. Oftewel, dan krijgt het biologische component free range. Dan is het enige wat nog een verschil kan maken, het biologische component. Ja, en in China is het tegenovergestelde. In communistische landen ook. Er waren verschillen heel klein. Man en vrouw werken allemaal in hetzelfde uniform. Als je dat wil, sure, maar dan ben je te laat geboren, want de Sovjet-Unie is opgedoekt. Maar ik wil het steelmannen. Ja, ik wil dat ook. Nee, want het is belangrijk, want ik geloof ook niet in stroopoppen omhakken kan iedereen. Natuurlijk hebben ze gelijk, als jij behoort tot de etnische meerderheid van een land, en je accepteert dat mensen ras zien, of in ieder geval etniciteit, afkomst, zien, en ik denk dat dat allebei zo is, dan is het een voordeel om tot de meerderheid te behoren. Natuurlijk is dat een voordeel. Dat ga ik niet ontkennen. Maar het verhaal Mohammed krijgt geen stageplaats. Ik denk, ja, maar als het moet gaat tussen Joey en Lodewijk, dan weet ik ook al wie hem krijgt. Sorry, wacht, wat nog een keer? Oh, Mohammed krijgt geen stageplaats. Ja? Dat discours ken je wel, toch? Ja? Dat blijkt dat bij anonieme sollicitaties, waar alleen, of ja, identieke sollicitatieformulieren voor stageplaatsen. En dan de naam is dan Arabisch of Nederlands. Mm-hmm. En ik denk, ja, maar wat had je dan verwacht? Dat mensen liever een Marokkaan willen? Natuurlijk niet. Mm-hmm. Dit is een bevolkingsgroep die er niet echt lekker, niet echt een goede reputatie geniet. Mm-hmm. Heeft de groep als groep aardig wat aan gedaan om zichzelf bijzonder impopulair te maken? En daar plukken de individuen, nou, de frange vruchten van. Mm-hmm. Maar voor andere groepen geldt dat niet. Maar heeft de groep dat gedaan of hebben individuen in die groep dat gedaan? Dat nou ja, weer spiegelt naar andere individuen. Ik zeg, het is ten eerste geen groep natuurlijk, het is een verzameling mensen. Mm-hmm. Maar wat is het verschil? Want nou, een groep suggereert een eenheid. Mm-hmm. En een verzameling mensen is een verzameling mensen op basis van een eigenschap. Mm-hmm. Bijvoorbeeld huidskleur. Wat een belangrijk ding is over mensen om te weten, is dat ze huidskleur zien. Mm-hmm. Ga bijvoorbeeld naar een gevangenis, niet in Nederland per se, maar in het VS. Die zelf segregeren op basis van ras. Omdat je zoals Jared Taylor, hele foute naam laat ik nou vallen, maar ik vind hem wel een interessante denker, ons uniform op ons gezicht dragen. Want je kunt, die is Jared Taylor. Weet je wat toch? Ik misschien wel, maar... Oh, okay, nou ja, en ik ken hem ook niet. Jerry kwam enorm in de problemen, of een beetje, omdat hij een geheim 5 uur durend gesprek had met Jared Taylor. Dat is een race theorist. Hij noemt zichzelf een rasrealist. Wat rasrealisme betekent, of laat ik zo zeggen, wat het voor mij betekent, is dat ik ben een raspragmaticus. Mm-hmm. Ik spreek liever, dat komt door mijn vriendin, die zegt, we kunnen beter over genre van mensen praten. Dat vind ik ook wel een goeie. Want je kunt moeilijk zeggen dat klassiek beter is dan jazz. Maar het is wel verschillend. Het is grotendeels hetzelfde en een klein beetje verschillend. Die kleine verschillen maken wel uit. Dat verschillen tussen bepaalde genres mensen zichtbaar zijn voor elkaar. En ik ben dan pragmatisch, rasrealist, in die zin dat ik denk dat mensen zich gedragen alsof het bestaat. Mm-hmm. Dus als jij
bruiner bent dan een gemiddelde Nederlander. Of je bent Antilliaan bijvoorbeeld. Precies, ja, dat valt alleen haarkleur. Je bent Antilliaan bijvoorbeeld. Dan heb jij waarschijnlijk, en dat zullen Antillianen zelf ook zeggen, meer op met andere Antillianen. Mm-hmm. Meer dan met Surinamers. Maar als er geen Antillianen zijn, wel Surinamers en Turken, dan heb je waarschijnlijk meer op. Hè, als je elkaar niet toevallig kent, heb je er automatisch meer op. Dus mensen herkennen elkaar. Het zie je ook in subculturen. Gothics, skaters, allerlei vormen. Die zorgen ook allemaal dat ze een soort uniform hebben. Die hebben bepaalde kledingsregels. Mm-hmm. En het moeilijke van ras is dat je dat heel moeilijk wegpoetst. Mm-hmm. Kan niet. Nou denk ik niet dat er hele intrinsieke persoonlijkheidsverschillen zijn tussen verschillende rassen. Hoewel er gemiddeld wel IQ-verschillen zijn. Mm-hmm. Die zijn er. Wat daar de oorzaak van is, dat kan van alles wezen. Maar het is aangetoond dat die er zijn. Ashkenazi-Joden zijn het allerintelligentst gemiddeld. Die hebben een paar standaard afwijkingen hoger dan het gemiddelde. Vind ik niet heel raar dat die dan terechtkomen in vrije maatschappijen, waar IQ een van de grootste voorspellers is van maatschappelijk, sociaal-economisch succes, dat die dan hoger terechtkomen. Mm-hmm. Terugkomend op Jared Taylor. Oh ja, daarvoor ja, nog. Ja, ja, dus het ging maar erover dat het natuurlijk een voordeel is om tot de etnische meerderheid te behoren. Ja, want mensen zien ras, mensen zien kleur, mensen zijn niet kleurenblind. Dat ga je maar niet vertellen, tenzij je blind bent. Mm-hmm. En dan alsnog kun je van stem en accent horen. Ik hoor, het grappige is, ik ga altijd naar een Turkse kapper. Het enige moment waarop ik een Turk met een mes vertrouw is als iemand op mijn keel heeft staan om het te scheren. Want het is dan een linkse hobby van me naar de Turkse kapper gaan. Dus ik wil niet al die mensen weg hebben of zo. Dat is dan altijd het idee. Als je verschil ziet, dat er dan betere en slechtere zijn, dat alles wat niet goed is op moet dieven. Ja. Nou, dat vindt Constant Kusters van de NVU, van de Nationale Volksunie, de Nederlandse Volksunie. Die woont in Oosterbeek en die heeft niet eens één zetel in Arnhem. Ik wil nog even een vraag stellen over die over Mohammed en Joey en Lodewijk. Ja. Want eerder zei je, de westerse maatschappijen hebben een competentiehierarchie. Ja. Je kunt op basis van je competentie kun je omhoog klimmen. Ja. Maar als blijkt dat mensen liever een Lodewijk hebben dan een Mohammed. Als de sollicitatiebrieven identiek zijn. Is dat aangetoond? Ja, dat was de test. Okay. Dat was het hele ding. En ik kijk, dit is methodologie deug voor geen. Dit was net als die film van Sunny Bergman, waar ze dan lieten ze twee kinderen, lieten ze twee foto's zien, of geabstraheerde gezichten van een bruin en een blank kind. Mm-hmm. En toen vroegen ze aan bruine en blanke kinderen, wie van je denkt dat daar betere cijfers haalt? En iedereen, nou, bijna iedereen, de bruine en de blanke kinderen, dat vond iedereen schokkend. Ook de bruine, die hebben geïnternaliseerd racisme, denken ook dat die blanke kinderen. Dat zo'n blank kind dan beter doen. Ik zeg, ja, maar je kan maar tussen die twee opties kiezen. En kiezen voor het bruine. Dat zou het niet beter zijn om het anoniem te doen dan? Om sollicitaties te anonimiseren? Is zeker. Dat geen goede oplossing dan? Sure, dat lijkt me een prima idee. Het punt is alleen, je komt dus nog tegenover iemand te zitten. Nou, die andere persoon heeft niet per se misschien, die persoon die werkgever dan misschien niet per definitie is niet racistisch. Of heeft nijd tegen buitenlanders of whatever. Maar de implicit bias of whatever. Of als hij moet kiezen, kiest hij voor die blanke. En ja, dat want hij heeft waarschijnlijk, zeker als hij werkgever, vakkenvullers of zo weet ik veel, waarschijnlijk slechtere ervaringen met Marokkaanse jongens. Maar als er een Chinese achternaam staat, dan boeit het voor geen meter. Dat is een beetje, tenminste, dat hebben ze niet getest. Dat vind ik ook zo'n ding. Het ging specifiek Marokkaanse achternamen, of Berberse achternamen, of Arabische achternamen, en Oer-Hollandse achternamen. Ik denk, ja, je hebt niet mazzel als je een Marokkaan bent in Nederland. Als je Marokkaan in Marokko bent, is het een heel ander verhaal. Als je Marokkaan bent in Noorwegen, is het ook weer een heel ander verhaal. We hebben een speciale relatie met Marokko, en met Turkije, en met de Antillen. Ja. Maar dat betekent wel dat ik met een Berberse achternaam, ja, niet gelijke kansen heb als iemand met een Nederlandse achternaam. Het gelijk is. In de praktijk, ja, maar het probleem is dat die nooit gelijk zijn. Dus die laboratorium setting is heel misleidend. Het is net als de morele gedachte-experiment van het trolley-experiment en zo. De details doen er altijd toe in dit geval. Dus ik vind het niet raar dat als je. Dat is ook een ding, hè? Het ging over stageplaatsen. Het ding is, dan moet je geen stageplaats willen, want stageplaats is slavernij. Dat is gewoon moderne slavernij, zo simpel. Dat vertelde zo'n docent van ons, volgens mij, een ander jaar, Jason ook, die ging bij ethiek, die had het dan over als je later werk moet zoeken. Wils misschien? Nee, het was Wouter Sanders, geloof ik. Op het moment dat je sollicitatie, brieven en formulieren aan het versturen, ben je al 2 jaar te laat. Je had tijdens je hele opleiding al moeten netwerken. Oh ja. Je had al lang mensen moeten leren kennen in je vakgebied. Dat is heel makkelijk, er zijn ook allerlei manieren om dat te doen.
zijn allemaal studiereizen, congressen, borrels. Daar moet je zijn. Dat is hoe ik nu dus voor Ajit ga werken. Zo'n trendwatcher. En die geeft er wat boeken uit. Oh, en die had redacteurs nodig. En die hoorde van een gemeenschappelijke kennis dat mijn vrienden en ik niet links zijn. En werken met linkse redacteurs is heel moeilijk. Want die worden pissig van wat ik schrijf. Dus ja. hij wil geen linkse redacteurs. Omdat het moeilijk met hen werken is vanwege wat zij van hem vinden. Dus dat is een post-judice. Een post-wat? Benaoordeeld. Dus het is na ervaring te gaan hebben. Ja, het is een vooroordeel gebaseerd op een naoordeel. Ja, het is een inductieve redenatie. Ja, redenering vind ik mooi. En Ajit is gewoon een Hindoestaan uit Suriname. Hij noemt zichzelf de enige Surinamer die werkt in Nederland. En dan krijgt hij ook altijd weer gezeik voor. Maar hij is gewoon een hele succesvolle man. Trendwatcher des vaderlands. En dus de enige reden waarom we een keer bij hem in zijn huis zaten om hierover te praten. Over boekredactie gaan doen en zo. Was omdat ik wat mensen ken in die wereld. Omdat ik ooit een keer bij de Batavieren podcast een paar mensen heb geïnterviewd. Echt vreselijke gezelschap bestaan. Kan ik niet vaak genoeg negatief over zijn in het openbaar. Okay. Ja, echt vreselijke mensen. Er zitten wel een paar leuke. Het heeft me een goede contact opgeleverd. Want ik kon Paul Pieter interviewen, weet je wel. En vervolgens kon ik dat boek Cultuurmarxisme editen erin schrijven. Ja. Maar dat is hoe je in je vakgebied rolt. En als het al bij filosofie, wat niet echt een beroepsopleiding is, mogelijk is voor een of andere antisociale kneus zoals ik, om dat te regelen, dan moet het toch ook wel voor je te doen zijn als je een ander soort opleiding doet. Ander verhaal. Dat ging over stages. Maar het ging erom, dus bij identieke sollicitatieformulieren heb je dus alleen maar een informatie. Wat is iemands achtergrond? Mm-hmm. En als daar een hele Hollandse naam staat, ben je gewoon bekender mee, heb je betere ervaringen mee gehad. Ja. Gemiddeld. Maar dat is ook niet de ontkenning inderdaad. Nee, maar dan hebben ze dat implicit bias. Implicit, zeg maar... Dat klopt ook. Want die Marokkaanse jongen, ja, die gaat tegen nog 15 andere sollicitaties sturen, waar die ook wellicht gelijk is met andere Nederlandse jongens. In het echt is dat dus nooit zo. Voor de studie, ja, okay. In de praktijk, worden ze ook minder vaak uitgenodigd, inderdaad. Maar dat is wel weer anders voor Marokkanen dan voor Antillianen, want die vaak Nederlandse namen hebben. Mm-hmm. Dus het gaat heel erg over als jij bijna geen informatie hebt over iemand die je al dan niet moet gaan uitnodigen. Echt, je krijgt 100 van die formulieren en dan moet je er zoveel uitnodigen. En er was zo'n man ook bij het lagerhuis die bij zo'n debat die zei, ja, man, ik krijg zoveel en dan bel ik 40 mensen van de 60 af. En daaronder waren dan 7 jongens Marokkaans of Turks. En die zeiden allemaal altijd zeker omdat ik Marokkaans of Turks ben. De rest niet. Nou, en waarschijnlijk krijgen die, en dat discours zorgt ook voor dat je automatisch benadeeld gaat voelen. Dus ik denk dat ook niemand helpt. Maar daar ben ik het volledig met je eens. Want daar had ik het vanmorgen ook al met Jason over. Er is een tendens, omdat je weet, of omdat je ervan uitgaat dat er iets bestaat als bevooroordeling. Of ervan uitgaat dat er iets bestaat als racisme. Waarvan ik wel denk dat het bestaat. Sure, natuurlijk bestaat dat. Maar dat het niet zo doordrongen is in onze maatschappij als we zouden we als ons wordt verteld. Ga eens in China of Japan. Precies, ga eens kijken naar Irak, waar ik vandaan kom. Ja. Als ik ergens kom waar ik racisme verwacht, dat ik ook heel snel denk. Vroeger werfde ik op straat en dan kwam ik wel eens in heel veel kleine doopjes. Voor direct result. Ook geen reclame maken, jongens. Nee, dat is geen goede reclame. Voor bijna allemaal hadden we dat gedaan. Gewoon een gladjakker, jij. Laten we daar maar niet over hebben. En als ik dan in een klein dorpje kwam en ik kwam bij de kassa aan, omdat ik bij de Albert Heijn wat ging halen. Ja. En ik zag een oud vrouwtje daar, dan ging ik er eigenlijk al vanuit dat zij zou denken van, wat doet hij nou hier? Ja. Ging al vanuit. Ja. Of laatst was ik te laat voor de bus. Ik was echt 3 meter van de bushalte af. En de bus reed door. Ja, en iemand anders zei tegen mij van, het is omdat je buitenlander bent. Zoiets zei hij. Was het een geintje van? Nee, hij was bloedserieus. Was hij blank? Denk het wel. Natuurlijk was hij blank. En natuurlijk stemde hij GroenLinks. Een soyboy. Ik weet het niet. Maar kijk, Het is ook een afweermechanisme om te zeggen van oké, ik word niet gekozen. Er zijn mensen die niet gekozen worden omdat ze Marokkaan zijn of blank zijn. Ja. Ik ben Marokkaan en niet blank. Voilà. Dus, voilà. Die groepsidentiteit weer. En er zit wat in, maar het helpt niemand. Er zit iets in, hè. Ik ga die mensen niet volledig ongelijk geven. Maar dit zijn dezelfde mensen die woest werden op Stef Blok. Omdat die zei dat waarschijnlijk mensen met hele verschillende etniciteiten en culturen, maar ook etniciteit, dat het voor die heel moeilijk is om harmonieus samen te leven. Mm-hmm. Onzin, waar haalt hij het vandaan? Zijn dezelfde mensen die van implicit bias uitgaan. Dat precies
juist datgene bevestigt. Ja. Maar die nemen alleen blanke mensen hebben macht. En dat maakt implicit bias uit. Dus die hebben ook discriminatie gedefinieerd als privilege plus power. Prejudice plus power, dat was het. En waarmee je dus hele volksstammen uitschakelt van moral agency. De eerste keer dat ik dat hoorde, deed mijn hoofdpijn. Ja, maar het is toch te gek voor woorden. Maar even terugkomend, want je zegt er zit wel wat in dat... Ja, maar, natuurlijk. Dus wat zou... En op de manier erop ingaan wat we net bespraken, helpt niemand. Daar komt niemand mee. Nee. Dat noem ik Karim en Abel. Weet je, Kain in het Bijbelverhaal krijgt niet dezelfde goedkeuring van God als Abel. Hij weet niet waarom. En God zegt tegen hem in feite, nou, step up, doe je best. Je weet dat je het kan. En toch wordt zijn offer geweigerd. En het mooie van het verhaal is dat het niet duidelijk is waarom het offer geweigerd wordt. Maar wat doet Kain? Die slaat zijn broer Abel dood. Want Abel krijgt wel wat hij ook zou willen hebben. En dat doet mij denken aan, eigenlijk moet ik een parabel schrijven. Karim en Abel. Wat doe je met Karim als je hem de hele tijd met je beste bedoelingen, of niet beste bedoelingen, beste linkse bedoelingen zegt, ja, maar je hoeft het toch niet te proberen, want je wordt toch niet aangenomen, want Nederland is een racistisch kutland. Dan maak je hem alleen maar iemand die verbitterd raakt. En dat bedoel ik met dat helpt niemand. Mm-hmm. En het enige wat hij doet is dus Abel haten, omdat hij het wel heeft. Wat is wel een manier dat zou helpen? Kom weer terug bij Peterson. Individuele oplossing. Weet dat dit iets is waar je het dus misschien moeilijker mee gaat krijgen. Mm-hmm. En neem niet een voorschot op wat de ander over jou gaat denken. Dat merk ik zelf ook vaak. Dus dat ik bij een of andere borrel ben of iets links of zo, dat iemand naar mij toe komt en al van alles over mij denkt te weten. Wat niet raar is, want ik publiceer en ik stond in de krant en een boek en zo. Dus dat is wat ze van mij weten, maar dat is niet zoveel. Maar het klopt meestal niet, hè? Wat je van iemand denkt voordat je iemand ontmoet. Mm-hmm. Dus dat is een moeilijke balanceer. Ik vind het eigenlijk pleiten voor jonge Marokkaanse gasten dat er niet de hele tijd school shootings zijn van disgruntled jonge Marokkaanse mannen. Want natuurlijk hebben die het moeilijker. Die meiden komen er wel. Maar die gaan allemaal, die worden tandartsassistenten of tandarts of die gaan rechten doen of communicatie. Die meiden komen er allemaal wel, want dat vinden wij heel belangrijk, vrouwenemancipatie. Mm-hmm. Het moeilijke is alleen dat als het gaat om Marokkaanse jongens, die moeten en willen met een moslima trouwen, maar dat moeten ze ook. En geen Turk, want die gunnen elkaar het licht in de ogen niet, weet je wel. Moet wel van de familie en van de dame in kwestie waarschijnlijk om een geschikte huwelijkspartner te zijn, minstens zoveel verdienen, liefst wat meer. Vrouwen zien begaan, dat weten we. Die hebben dus geen enkel zicht op een toekomst. Want die zullen economisch lager eindigen dan hun zusters, dan hun mensen uit hun tribe. En we weten dat sommige groepen tribaler zijn dan andere groepen. Mensen zijn sowieso tribaal. En als jouw ouders een beetje praktiserend moslim zijn en je komt als dochter thuis met een kaaskop. Ja, mag ik hopen dat het goed om, denk het niet. Gebeurt niet veel. Dat het ook echt een huwelijk wordt. Of hij moet zich bekeren. Andersom mag wel, hè. Een moslim mag wel met een niet-moslim trouwen. Maar dan moet zij zich dan in de loop der tijd wel bekeren. Ja. Maar dat is dus heel moeilijk voor die jongens. Die met de petjes en de nektasjes, om volgens de regels van de maatschappij te spelen. En die sluiten zichzelf buiten in feite. Door hoe ze zich gedragen, door hoe ze zich kleden, door hoe ze praten, door hoe ze hoe hun straatcultuur heel anders is dan die van anderen. En ja, het zijn een beetje de nozems van de jaren 60 en zo. Maar dan nog wel even wat heftiger. Meer geweld en meer macho cultuur. Nederland is geen macho. Maar laten we wel duidelijk zijn, want het zijn niet alleen maar de straatjochies die een probleem ondervinden door die... Nee, maar dat is dus waar je dan veel grotere kans op loopt zo te worden. Mm-hmm. Als jij het gevoel hebt, geen kans, maakt niet uit of het wel of niet waar, het kan ook echt waar zijn, hè? Dat je gewoon structureel gediscrimineerd wordt in een van een klein, bekrompen kutdorp, terwijl jij je best wil doen. Mm-hmm. Ja, en dat is de menselijke conditie. Je hebt daar geen invloed op. Marginaal. Waar je wel invloed op hebt, is hoe je ermee omgaat. Mm-hmm. En als iemand mij nou vertelt, ja, jij weet niet hoe het is om... Dude, ik zit al sinds mijn 14e bij jeugdzorg gedaan, met psychiaters. Allemaal fucked up dingen in mijn brein. Mm-hmm. Dat is ook een grote handicap. Als ik dagenlang niet naar buiten kan, wil of durf. Hyperventilerend in treinen zit en dat soort dingen. Ja. En depressieve episodes heb. Dat is ook een handicap. Heeft niks met mijn wit zijn te maken, blank zijn te maken. En het problematische is dat wanneer jij inderdaad over jouw
kunnen we het een disprivilege noemen? Of een handicap in ieder geval? Een handicap, ja. Een handicap dat heel snel geframed wordt als gezeur. Ja, stel je niet aan. Dat stel is sowieso je aan, je bent tenminste geen Marokkaan. Ja, ik ben liever een Marokkaan dan een depressieve Nederlander. Depressie is dus, ik ben niet per se klinisch depressief. Maar ik weet wel dat een klinische depressie is ongeveer de ergste ziekte is die je kan hebben. Mm. En dat mensen die kanker hebben gehad en depressie zeggen, doe mij dan nog maar een keer kanker als het zou moeten. Ja. En dus dat is weer een heel ander, het stigma op mensen met een depressie. Mensen met angsten. Waar ben je dan bang voor? Ja, dat is het punt niet. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis, zoals ik, die hebben een angstsysteem dat helemaal op hol slaat opeens. En dat is dan bij de ene persoon pleinvrees, bij de andere angst voor liften. Bij mij is dat een hele fysieke stressreactie die opeens opkomt. En dan heb je het gevoel dat je mors doodgaat. Dat is een hele specifieke handicap. Maar dat is niet gekoppeld aan mijn identiteitsgroep. En dus kan ik er geen beroep op doen in een gesprek met iemand. Eigenlijk kan ik nergens een beroep op doen in een gesprek met iemand die mij toch al ziet als de witte man. Boze witte man. Boze witte man. Ja. Dat vind ik dan een hele grappige naam. Ik vind boze blanke man leuk, want het allitereert een beetje. Ja. En ik denk dat echt... Want ik merk dus ook dat ik een voorschot ga nemen op wat een Surinaamse mevrouw in de bus denkt over mij. Wat bedoel je nog een keer? Nou, wat jij zei dus als je ging werven. Hè, dat je dan al ervan uitging dat mensen racistisch... Het zou goed kunnen. Hè, er is een reden waarom je dat denkt. Dat betekent niet dat het niet onwaar is, inderdaad. Maar het is gewoon vreemd dat ik dat van tevoren al denk. Maar het is logisch gezien het maatschappelijk klimaat, social media... en de behoefte aan sensatie hierover. Mm. Maar wat bedoelde ik nou? Oh, ja, in een bus? Ja, ik zit in een bus en ik merkte dat ik dacht... Oh, die mevrouw denkt natuurlijk dat ik een van een racistische klootzak ben... en hoe zou ik nou kunnen laten weten dat het niet zo is... En, dat ik het prima vind. Ik ken haar niet. Mm-hmm. Ik bedoel, wat dat betreft... denk ik dat de meeste mensen Martin Luther Kingianen zijn. Ik vind dat je mensen moet beoordelen op basis van hun karakter. Maar dat is iets heel anders... dan wanneer je moet schiften tussen 80 sollicitatieformulieren... die allemaal identiek zijn. Want die mensen hebben alleen maar HAVO en een paar jaar HBO gedaan. Dus die hebben vaak niks aparts wat ze nog kunnen laten zien. Zeker niet bij een stageformulier, want je hebt nog geen ervaring. Mm-hmm. En daarom ben ik dus ook van mening dat zodra je... sollicitatieformulier aan het versturen met je al te laat bent. Ja, zo'n praktisch punt. Ja, is iets anders. Inderdaad, maar het is misschien wel een goede tip. Het gaat om individuele oplossingen. En daarom was ik ook zo gecharmeerd van Peterson en zijn levensfilosofie. Neem verantwoordelijkheid voor die 2% van je leven waar jij verantwoordelijk voor bent en waar je invloed op kan hebben. De rest kun je geen invloed op hebben. Dan kun je over gaan janken, in bed blijven liggen. Moet je ook zeker doen om te merken dat dat niet werkt. Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. De oplossing is individuele oplossing. Wat kan ik doen? En daarom is het clean your room. Dat is jouw domein. Daar kun je beginnen. En je kamer opruimen, wat ik nooit doe, is ook een spirituele, geestelijke exercitie. Je voelt je daarna beter. Wat dat betreft is inderdaad, Peterson is heel... wat hij heel goed doet en wat hij heel goed... wat ook echt wel de kern van zijn boodschap is. Het politiek is eigenlijk voor hem niet zo heel belangrijk. Zegt hij altijd. Hij wordt er steeds op gekald, maar dat is eigenlijk niet zijn punt. Zijn punt is om de individu weerbaar te maken... Voor de chaos die de draak is van bestaan. Zoiets zegt hij. Nou, ja, de chaos. Je hebt de chaosdraak is een manifestatie van een archetypische notie van chaos. Maar hij zegt, de menselijke conditie is er een van chaos. Van entropie. Als je dingen aan... Weet entropie? Mm-hmm. Ja, dus als je systemen, misschien kun je wel even uitleggen. Systemen aan zichzelf overlaat, dan vallen ze uit elkaar. Dus je moet constant maintainen. Je moet constant... Dat is waarom je kamer moet opruimen. Hè? Ruim het maar eens een jaar niet op. Ik heb hem wel eens gedaan. En toen wilde een vriend van mij een film opnemen op mijn kamer over de hel. Oh. Was hij opgekomen vanwege mijn kamer. Overal lege drankflessen, vol geurineerde wijnflessen. Omdat ik te lui was om van mijn matras af te gaan. Dat was een junkie hole. En daar word je niet gelukkiger van. Hoe kwam ik hier nou op? Jordan... ja, Peterson. Nou, dus... waar hij het over heeft, de menselijke conditie is er een van chaos en desoriëntatie. En van lijden. Lijden, ja, maar wie kan dat ontkennen, dat de baseline zinloos lijden is van het leven? Want als je niks doet, dan valt de boel uit elkaar. Als je wil weten hoe je leven eruit ziet als het de absolute hel is, kom er maar 3 jaar niet uit bed. Vraag een WW-uitkering aan, eet af en toe mag een droommaaltijd, nou, dan zit je in de hel. Ja. En de weg naar leren omgaan, of naar de weg naar goed te kunnen leven, is niet om dat lijden zo ver mogelijk weg te zetten of te verstoppen of te proberen weg te laten. Mm-hmm. Maar het is om het individu weerbaar te maken
om zich tot dat lijden te kunnen begeven. Om zich tot dat lijden te kunnen verhouden. En betekenis geven. En betekenis dat kunnen geven. Je moet betekenis geven aan... Ik moet een manier vinden om betekenis te geven aan het leed dat mij is aangedaan door het universum. Mm-hmm. Niet door iemand. Mm-hmm. Maar dat geldt voor iedereen. Maar dat geldt dus ook voor als je Mo bent en geen stageplaats. Ik ga mijn eerste zoon ook gewoon Mo noemen. Gewoon voor Mozes. Maar gewoon om even een disadvantage te geven. Mo Jansen. Ah, leuk. Maar een individuele oplossing. Het is neem verantwoordelijkheid. En daarom zijn zoveel jonge mannen. En daar heb ik het ook vaker over gehad. Meisjes hebben al een leven dat complex genoeg is. Die worden op zo'n niet subtiele manier geconfronteerd met hun vruchtbaarheid. Ja, als rond de 13e, 14e. Weet je wel. Dat bloed iedere maand. En je hebt. Dat is nogal wat. Dan gaan kinderen in jouw buik kunnen groeien. Ga je wel even naar de wc. Dat moet heel erg naar de wc. Ja? Moet ik gewoon doorlullen? Je kan gewoon doorlullen. Ja, oké. Wat we namelijk doen is... Ga even pissen. Zet er gewoon een timestamp erop. Dus van, yo, de komende 5 minuten gebeurt niet zo heel veel. Of tenzij jullie verder gaan praten. Ja. Je kan doorspoelen of je kan verder kijken. Maar je weet in ieder geval dat er niks gecut is. Nee, is goed. Nee, wacht wel even. Ik kan wel even iets vertellen over dat artikel wat ik gevonden heb over die kinderen. Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ga jij even kijken? Oh, de kaart. Ja. Ik heb het artikel nu wel weggeklikt. Alleen, sperm donor. Wat ik zo snel kon vinden, wat ik ook wel even in gesprek wilde blijven zeggen, was een artikel. En ik moet dit ding even afdoen, anders word ik mezelf praten, als wil ik dat. Was een artikel over een dienst direct na de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Die een vrouw had opgezet. En dat was dan een geheime dienst. Dat mensen, vrouwen die bijvoorbeeld weduwe zijn geworden of mannen hadden die terugkwamen van de oorlog. Ja. Die kon niet meer presteren, maar ze hadden nog wel een kinderwens. En er was er één vent, die was in ieder geval bekend volgens het artikel dan. Ja. Ik quote het alleen maar omdat ik dan... Ja. Ik weet niet of het waar is, maar in het artikel werd dus vermeld van... Er was één vent, die trok dan rond naar vrouwen toe. Mm-hmm. Die daar om hadden gevraagd om er toch een kind bij ze te verwekken. Ja. En er was iets van 400 of 500 vrouwen afgegaan. Ja. Was niet gespecificeerd zeg maar, waar dat dan was? Nee, want je wil ook evolutionair groot succes voor die man natuurlijk. Ja, ik kan het zeggen. Maar er zijn inderdaad wel berichtgevingen over het feit dat jij heeft dan niet per se dat soldaten... Dat vond ik niet hoor. Ik nee, kan wel zijn dat het toch wel ergens staat. Nee, het waren niet soldaten die dat deden. Het waren de mensen die overgebleven waren. Oh, nou, dat was dus iemand inderdaad die overbleef. En die heeft het dus wel inderdaad gedaan volgens dat artikel. Dus het zou mij... Hoe wou je anders... Het klonk absurd wat je zei, maar google je even iets en dan kom je toch wel dicht in de buurt van wat je zegt. Dus het is inderdaad een hele grote... Hoe wou je het land opbouwen als je niet over 10 jaar weer een beetje kinderen hebt die op het land kunnen helpen? Ja, klopt. Dat is ook. En dat is het, het hele eieren eten hiermee. Ik bedoel, een baarmoeder is gewoon 20 scrotums waard. Een samenleving om te kunnen overleven heeft vruchtbare baarmoeders een sterke ruggen nodig. Dat is waarom we onze vrouwen niet naar het front sturen. Als je al die vrouw naar het front stuurt, dan sterf je uit. Want zij zijn de bottleneck in het laten voortbestaan van je maatschappij, van je cultuur, van je samenleving. Dus zoals ik al vaak zeg, één hele gelukkige man of een hele vermoeide man met een paarse piemel en wel een reep is getrokken, die kan al die dorpen langs gaan en die dienst verlenen. Of die ervan genoten heeft, weet ik niet. Misschien de eerste paar keer. Als je zo nog een... Stel je bent dan nog een goede minnaar, weet je wel. Je bent goed vruchtbaar. Nou, dan verleen je echt een maatschappelijke dienst. En dat was natuurlijk geheim. Want ja, die mannen willen natuurlijk niet weten dat het niet hun kind is. Het gebeurde later in het geheim. Ja. Nou ja, het publiek geheim. We weten het nu waarschijnlijk. En waar gebeurde dat allemaal? Ik zal het artikel eventjes opzoeken weer. Want ik had het weggeklikt als de eikel die ik ben. Maar ik zal hem ook vermelden in de descriptie en zo. Zodat mensen het ook zelf kunnen lezen. Want we hebben het net over gehad. Ja. Maar de details ontbreken. Ja. Want ik moet hem even terugvinden. Ja. Die documentaire is ook wel goed om even erin te doen. Ja, heb ik al heel veel van die wijsheden. Heb ik gewoon onkritisch over. Nee, ik heb wel even vaak hun bronnen weer bekeken en zo. Maar er zitten ook geen kleine jongens. Hè? Zoals Simon Baron Cohen, de broer van... Sacha Baron Cohen. Ja, de broer van hem. Ja, die dude zit er ook in en die heeft ook hele interessante dingen te zeggen. Ook, over, hij is eigenlijk een autisme researcher. Mm. En die had het dan dus over... als we het hebben over sociale constructie van verschillen tussen mannen en vrouwen. Het gaat maar eigenlijk nooit... Het gaat helemaal niet zozeer om capaciteiten. En mannen zijn iets beter met ruimtelijk inzicht. Het gaat vooral om interesse. Mm. Je kunt meisjes ook allerlei IT-werk laten doen en allemaal... architecten maken, maar daar hebben ze veel minder interesse in. Oh, maar dan komen we op het verschil tussen man en vrouw. Ja, ander ding. Ander ding. Ik had nog een andere vraag stellen namelijk. Want waar waren we net? We hebben in principe geëstablished
Oké, er zijn structurele verschillen in invloed in maatschappijen. Ja. En als je een etnische meerderheid hebt, kun je een nadeel hebben in sommige gevallen. Als individu, kun je daar voordeel of nadeel van hebben. Precies. En de beste manier om daarmee om te gaan is niet om mensen te victimizen en naar anderen te wijzen, maar om jezelf weerbaar te maken en te leren leven met dat. Want iedereen en iedere persoon heeft zijn eigen struggles en dergelijke. Het leven is basically is uitdaging overwinnen. Nou, een leidersweg. Ik heb ook wel eens die BuzzFeed quiz gedaan en ik was bijzonder unprivileged. Unprivileged. Ja. Het feit dat ik dan blank ben, dat maakte wel een en ander goed, vonden ze. Mm. En ik denk dat waarschijnlijk is dat ook wel zo. Want dat is net zoals rijk zijn, een van de weinige duidelijke voordelen, behoort tot de etnische meerderheid van een land. Ja, en ook nog belangrijk om te benoemen is dat het leven in de wereld op zichzelf is al oneerlijk. Elk systeem die ooit gemaakt is, heeft nooit 100% eerlijkheid behaald. Nee, maar dan hebben we het altijd over ja, vergeleken met wat. En dan doen we het hier redelijk goed. Mm-hmm. Heel weinig mensen vluchten naar Turkije vanuit Nederland. Snap je? Als Nederland en Europa en de westerse wereld en Amerika zulke racistische hellegaten zijn, waarom wil iedereen daar dan heen? Mm-hmm. Vind ik raar. Ja. Ik geloof ook niet dat mensen dat echt geloven. Het is eerder een axioma. Ja. En dan als we even de Brad Weinstein en Eric Weinstein argumenten pakken, die het met deze punten allemaal eens zijn. Maar die zeggen, er zijn nog wel dingen die we moeten oplossen. Er zijn nog wel problemen die we kunnen aankaarten. Jazeker. Weet je dan over de bijvoorbeeld Amerikaanse rassenrelaties? Hè? Want daar kan ik ook wel wat dingen over zeggen. Wellicht. Wat ik interessant vind is, Eric Weinstein heeft dit aan Peterson voorgelegd. Mm-hmm. En dat hij een probleem heeft met Petersons persoonlijke verantwoordelijkheid argument. Ja. Het argument die we eigenlijk net hebben op tafel hebben gelegd. En dat is dat het de last van de maatschappelijke structurele ongelijkheid eigenlijk legt op het individu. En dat wellicht oneerlijk is. Ja, maar dan maakt hij wat mij betreft een fout. Als hij hem goed gepaarfraseerd. Als ik hem goed dat je het hebt over structurele ongelijkheid, dat het dan ook een structuur is. Mm-hmm. Snap je? Zo'n structurele ongelijkheid kan ontstaan. Misschien even, Jason, dit is misschien een goed filmpje om even erbij te pakken. Yeah. Eric Weinstein calls Jordan Peterson on personal responsibility. Yeah. Zoiets is het. Ja, voor Peterson is het volgens mij een suboptimale, maar de enige echte oplossing is probeer met de kaarten die je hebt gekregen het spel te spelen. En de taak van de staat is om ervoor te zorgen dat iemand faalt, dat hij het nog een keer kan spelen. Dat is het idee van het Westen. Mm-hmm. Het individu is belangrijker dan de groep. En is er structurele ongelijkheid? Ja, dat betekent meer van, is er ongelijkheid en kun je wijzen naar een patroon? Ja. Maar de fout is om dat dan een structuur te noemen en een systeem. Dat is eerder een bijproduct van ieder systeem, want ieder systeem creëert ongelijkheid. En die zal dus structureel zijn. Mm-hmm. Omdat die afhankelijk is van niet alleen contingente factoren, maar ook gewoon. Nou, als het afhankelijk is van IQ, wat het is in het Westen, dan is het ook afhankelijk van ras, want de rassen verschillen een klein beetje gemiddeld qua IQ. Dus dan ga je een minder hoge. Dat is ook helemaal niet. Ik snap ook niet hoe dat controversieel is. Want ik geloof. Ik heb mijn hoofd nog te rappen over iets wat je zei. Maar kan je zeggen, dacht maar van. Als je het hebt over structurele verschillen, dan moet er een patroon zoiets zijn, maar ik kan het niet helemaal. Ik bedenk het nu ook maar hoor. Maar volgens mij klopt het wat ik zeg. In ieder systeem, dat is een structuur, zul je dus structurele verschillen in uitkomst gaan zien. Mm-hmm. Oftewel, er is een patroon zichtbaar in de uitkomsten. Maar het woord structureel suggereert, wat mij betreft ten onrechte, dat er ook sprake is van een structuur van onderdrukking. Of van ongelijkheid. En die ongelijkheid is meer een bijproduct. Nou, dat is een noodzakelijke uitkomst. Niet goed of slecht, maar dat gebeurt nu eenmaal. Van een systeem. Ja. Waarin mensen zichzelf uitsorteren. Al naar gelang hun inzet, intelligentie, mogelijkheden, pech of mazzel. Maakt ook uit. Ja. Maar als je het over grote getallen, grote aantallen mensen gaat hebben. Je gaat over miljoenen mensen hebben. Dan zul je een overrepresentatie van mensen met een hoog IQ aan de top zien. Ja, oké. Okay. Cool, dat is goed. Ja, een vraagje over die zoekopdracht die aan me vroeg. Ik heb dus nu gegoogeld Eric Weinstein, Weinstein, sorry. Nou ja. Aan personal responsibility. Ja. Personal responsibility. Zullen we even kijken? Ja.
personal responsibility. Personal responsibility. Ik probeerde te luisteren als jullie zeiden en het te googlen, dus dan kwam ik op individualism uit. Ja. Die eerste is hem van 4 minuten, toch? Ja. Wil je dat ik dat aanzet? Ja, kan ik even horen? Ik kan het wel even aanzetten. Moet je even de mic laten? De microfoon muten, dus moet je er niet over gaan praten gelijk. Ja. The thing that you will have a hard time convincing me of, having gone through the PhD system in the sciences, is that some of the world's most brilliant people hold PhDs in the sciences. And I came up at a time when, in the early 90s, these people were told that the world was their oyster and that we were desperately in need of scientists. And I remember a friend of mine being told that he had a $14,000 a year job offer post-PhD from MIT with a pregnant wife. Mm-hmm. And the person who offered it was like, this is great, we can get people for pennies. Mm-hmm. Right. And why was that? It was because of something that came out of the National Academy of Sciences and the National Science Foundation to slam American workers in the sector. This is very, very important. It had predicted that people would be paid six figures for PhDs, which was, you know, larger than they had been paid for a long time. And it was the meddling with the market. The thing that I don't like about the personal responsibility issue is that individuals should not be solving the problems of, let's say, tech groups getting together and say, we will not poach each other's employees. That, like, the market has to work for people, not just institutions. Mm-hmm. And if you're in a sector in which you can make the market work for you, you have this feeling of anybody can do this. And in fact, what you need to do is you need to migrate to these sectors, because there are other sectors where you have, let's say, government intervention, which says we are going to interfere with the free working of the market, or we are not going to take into account that some people produce public goods. And so it's very important to me to understand that some people are coming out of very different circumstances in which it's very unlikely that they will be able to make their world grow and blossom, and that other people of extraordinary ability and high IQ and work ethic find themselves not fighting forces that they don't even understand. Well, this is the sort of criticism that's often levied at me, because people say, well, you don't take the systemic problem sufficiently into account. And so that's a nice outline of the systemic problems. You know, when the banks decided that they should be self-regulating with respect, to their gearing ratios or the risk, there was one guy who wrote in at this SEC hearing to allow these investment banks to, you know, do the last little bit before 2008 blew up everything. This guy, Len Boulay, who was a computer consultant to banks. It's like one guy in the entire country saw a disaster coming and got involved in this internal game that was by banks for banks. And so what's very important to me is to understand, when you have bad behavior by institutions, it is pathological to put that responsibility on individual shoulders. Mm. Well, the only coda I would make to that, and I think that's a fair comment, is that what I'm hoping and what I'm trying to convince people of is that their ethical responsibility, which is partly to further their own development to the degree that they can, does extend to the community, is that you want to make ethical citizens so that they don't make mistakes that corrupt the operation of the system at a systemic level. The best way to do that, in my estimation, over the long run, is to concentrate on the ethical behavior of the sovereign citizen. Now, that doesn't address the systemic problems that are already in place. The systems affect more people. That means that when people make vague accusations about systems that are dysfunctional, then it's not helpful. Yeah. Now, what I see is not, you're making very specific criticisms of very specific institutions in very specific ways. Right. And that's useful, because then we can actually have a discussion about where those systems go wrong. So you can have a discussion about... You're not criticizing the patriarchy. Right, exactly. We can discuss... No, I'm trying to crowd that out. And part of the point is that almost nobody in the regular commentariat wants to talk to me about what went wrong with our immigration policy, how did we get into trouble with mortgage-backed securities, right. What's going on with CPI adjustment. Yeah. Because well, the problem is that... Okay, ik denk dus dat hij een goed punt maakt. We hebben een echootje. Dat hij een goed punt maakt, Weinstein, maar dat Jordan... Weinstein. Een keer. Groot verschil. Ja, dat Jordan een ook adequaat van repliek dient, dat ze misschien niet helemaal hetzelfde bedoelen. Wat Eric lijkt te denken, is dat Jordan de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het systeem bij het individu legt.
Mm-hmm. En Jordan zegt, op een bepaalde manier is dat waar. He, dus systemen corrumperen en daar zijn dus mensen voor nodig die hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, zoals die gast die dus die brief schreef. Mm-hmm. Omdat hij denkt, dit deugt niet. Mm-hmm. Dat is persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. Als je al in een systeem zit wat gecorrumpeerd is. Ja, dat is inderdaad waar hij op wilde opkomen, maar daar werd hij onderbroken door Shapiro. Okay. En daar gaan ze ook niet op verder. Nou, dat is het punt. Dan is de vraag, wat kan ik wel en niet doen? Als je met een klaagcomité komt, dan denk ik dat je de situatie verergert. Mm-hmm. Maar dit is het klassieke links-rechts paradigma probleem, maar ook uitdaging. Rechts denkt in individuen, links denkt in structuren. Dus mensen aan rechts zijn bijna pathologisch niet in staat om in te zien dat mensen ook gewoon ingebed zijn in structuren waar ze nul invloed op hebben. Dat het Kafka kan zijn, zeg maar. En mensen op links lijken niet in staat te begrijpen dat mensen individueel verantwoordelijk zijn voor hun lot. En ze hebben allebei gelijk. En daarom heb je linkse en rechtse partijen en linkse en rechtse mensen nodig. En daarom zijn er ook ongeveer evenveel linkse als rechtse mensen. Omdat het heel veel te maken heeft met persoonlijk temperament. Zodra die elkaar gaan bestrijden, heb je een probleem. En pleit je nou dan nu voor een, zoals Peterson in principe zegt, een soort van oppositie van twee manieren om naar de wereld te kijken. Een constructieve of een oppositie. Precies. Een oppositie die noodzakelijk is. Een verschil tussen die noodzakelijk is. Of moet er een soort van mengelmoes van beide komen die... Dat is wat we de hele tijd proberen uit te zoeken. Toch? We weten niet welke van de twee het is. En waarschijnlijk is het een mengelmoes van die allebei. Mm-hmm. Wat mensen klagen veel over polarisatie. Denk, ja, daar hebben meerdere partijen schuld aan. Het probleem daarmee is dat je met elkaar vecht in plaats van met elkaar praat. Als je de ander ziet als in plaats van je opponent, als je vijand, ga je niet naar hem luisteren. Als iemand denkt, oh, daar heb je die, dat is die fascist en die racist en die seksist, die gaat niet serieus naar mij lopen luisteren. Die heeft al ideeën in zijn of haar hoofd. Waarschijnlijk zijn hoofd. Zijn blanke hoofdje, want het zijn altijd toch weer de magere white guys. Die namens, die toch nog een soort van de redder proberen te spelen. Dat heb ik ook wel eens gedacht, dat die gasten die zeggen, ja, ik ben man en ik ben vet privileged, dat een manier is om toch nog het gevoel te hebben dat ze ook daadwerkelijk nog een bink zijn. Maar dan daar niet mee kunnen leven. Maar dat is een terzijde. Waarom je die beide perspectieven nodig hebt, omdat ze allebei nodig zijn. En je hebt geïnstitutionaliseerde disconfirmatie nodig. Net als een universiteit. Dat moet je even uitleggen. Okay. Disconfirmatie is niet confirmeren. Dus dat is weerlegging. Geïnstitutionaliseerd is dat je daar een institutie, een structuur van maakt. Dus je hebt een structuur nodig op universiteiten, in de politiek, van het met elkaar oneens zijn. Mm-hmm. Maar op zo'n manier dat je wel begrijpt waarom je het met elkaar oneens bent. En dat kunnen die gasten van die intellectual dark web kunnen dat redelijk goed, omdat die dus rustig blijven praten met elkaar. Dus Weinstein maakt een goed punt. Mensen hebben niet dezelfde kansen. Denk ik, inderdaad. Ze zullen nooit identieke kansen hebben, want ze zijn niet identiek. Maar je kan wel uit de wetgeving de ongelijkheid verwijderen. Want als je daar dan weer rekening gaat houden met, oh ja, die zwart, die moeten we zoveel extra likes opgeven, dan maak je het probleem erger. Hè? Rule 1 is do no harm. Dat is regel 1 in de geneeskunde en hulpverlening. Okay. Zorg er eerst voor dat je het niet erger maakt. En meestal als je een probleem gaat proberen op te lossen, wat ik altijd gevaarlijk vind. Je moet problemen niet oplossen, je moet ze proberen minder erg te maken. Oplossen wordt vaak een beetje totalitair. Mm-hmm. Ja. Dus ik fladder een beetje. Je fladder een beetje, maar als ik het even terugbreng, lijkt je eigenlijk te zeggen, en ik denk dat ik het hier zeker wel mee eens kan zijn, is als je... Ongelijkheid is iets wat sowieso gaat voorkomen. In elk systeem. Altijd. Dat is iets waar je niet tegen mensen kan. Zijn niet hetzelfde. En de beste manier om daarmee om te gaan is om individuen te helpen om met die ongelijkheid om te gaan. En om die ongelijkheid te proberen op te lossen volledig, zou je misschien nog meer harm kunnen doen dan als die ongelijkheid er wel is. Is dit iets waar je... Dat is wat ik bedoel. Mensen willen in het Westen wonen. Waarom? Eén reden is, we hebben mooie uitkeringsregels. Maar dat is ook een goed ding. Iemand is niet in staat om
Ik snap het wel, dat je daarheen komt en daar gebruik van wil maken. Als iemand niet in staat is... Of in Polen blijft en er gebruik van maakt. Zeg je? Of in Polen blijft en gebruik ervan maakt. Ja, dat is weer een ander. Ik snap het nog steeds. Ik vind het wel eerloos, maar goed. Ik zou weer niet of met mezelf zou kunnen leven, maar ik begrijp dat iemand het doet. Het is namelijk jatten en het kan. Mm-hmm. Why not? En het is weinig werk. Het is geen goede reclame voor het Poolse volk, helaas. Dat typisch Pools is om te doen. Maar het is goed dat er zoiets is als een sociaal vangnet. Want mensen zitten in een systeem waarover ze niet volledig controle hebben. En het is goed dat je, hoewel D66 er toch alles aan doet om dat te verminderen, wat leuk is, aangezien zij de referendumpartij waren. Om een check te zijn voor mensen, om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen als ze denken, dit deugt niet, hier moet ik iets van zeggen, ik moet een referendum houden zodat hier aandacht voor komt. Mm-hmm. En dan ben ik ook voor referenda en ook voor bindende, initiërende referenda. Daar heeft Jerry me wel van overtuigd dat dat een beter idee is. Maar dan nemen mensen persoonlijke verantwoordelijkheid voor misstanden in de structuur. Maar je moet heel goed oppassen dat als je niet eens je eigen leven op orde kan hebben, hoezo denk je dan dat je de hele structuur zomaar even kan verbeteren? Meestal maak je het erger. Wat niet zegt dat structuren per definitie goed zijn, maar het punt is, ze produceren per definitie, de facto, ipso ergo facto en al die andere termen die ik niet begrijp, ongelijke uitkomsten, want mensen zijn verschillend. Dus als je iedereen dezelfde optie geeft, dat is niet dezelfde kans. Want iemand met diabetes heeft het echt wel moeilijker om naar school te gaan dan iemand die het niet heeft. Die heeft ook een handicap. Dus hebben ze dezelfde kans? Nee, maar ze hebben wel dezelfde optie. Moet je dan diegene met diabetes extra makkelijk maken? Nou, dat weet ik niet. Je kan hem wel een handreiking geven. Je laat niet aan zijn lot over. Maar als diegene dus minder succesvol eindigt in de race, zo moet je het leven niet zien, maar stel, we doen dat even voor het gemak, dan is dat niet omdat mensen met diabetes gediscrimineerd worden, maar omdat diegene een wat moeilijkere start heeft. En je kunt er heel veel aan doen om ervoor te zorgen dat niet al te veel invloed heeft op uiteindelijke inkomst, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat iedereen kan studeren. Goed idee. Zullen mensen alsnog verschillende cijfers halen? Ik haal kutcijfers in het eerste jaar. Dan was ik alleen maar bezig met bier drinken. Dan was je camera ook zo naar de klote. Ja, nee, dat was later pas. Dat was na een relatie uitging. Maar toen werd het echt erg. Maar, en anderen, die werken heel hard. En die komen dan een PhD-track. Maar wat ook een belangrijke manier is om erin te komen, is nooit iets FVD-erigs zeggen op de faculteit. En feministische praatjes bezigen. En dat doe ik niet, want ik geloof daar niet in. En ik denk dat het een verkeerde manier is. En een manier is die mensen niet helpt om consensus te creëren of samen te leven. Dus daar wil ik dan iets over zeggen als ik iets hoor van ik denk dit klopt niet en ik kan het bewijzen of ik kan het argumenteren. Maak jezelf niet per se populair mee. Mm-hmm. En je kan er een glas bier voor in je gezicht gegooid krijgen. Ja, want wat was dat eigenlijk? Ik had het toen de tijd helemaal niet door. Ik had het pas later. Ja, ik weet ook niet meer hoe dat wijf heet. Vertel ons even wat er gebeurd is. Oh ja, we hadden opgetreden met de faculteitsband. De Mark Slors Experience, zo heet die niet. Het is niet de Mark Slors Experience. Ja, zo heet de band niet. Niet de Mark Slors Experience, dat het even duidelijk is. En we hadden net lekker gespeeld. We hadden nog toegifje gedaan, Cocaine van J.J. Kill. De kleppend versie. En die verneukten we half, want we hadden het niet afgerond. Maar het klonk leuk. Ja. Want we speelden dezelfde toonsoort. Oh, klaar. Ha, lekker gespeeld. Het leukste van optreden is het spelen en dan klaar zijn. En ah, lekker, fijn. En vaak komen mensen zeggen, hey, dat vond ik leuk. Dan denk ik, oh, fijn, ik kan niet met complimenten omgaan, want dat kan niemand. En gewoon toen, ja knikken, dankjewel. Ja, ik dankjewel. Weet je wel, het voelt altijd zo raar. Ja. Ja. Maar toen kwam er zo'n chick naar me toe en die zei, hey, ben jij Jesper Jansen? Ik dacht, misschien wil ze weten of we een keer gaan spelen of zo. Ik dacht, ja, dat ben ik. En zei, wat, ze gooit zo'n glas bier in mijn gezicht. En ik stond er zo. En wat, zei ze nog iets daarna? Of, nee, of, liep gewoon weer weg. Ze liep gewoon weg. En ik zei, what the fuck? Een beetje verbaasd, woedend ook wel, kankerwoedend. Ik zeg, godverdomme zit. Dus ik loop er naartoe en ik zeg tegen haar, wat denk je dat je mee bezig bent? Wij blijft gewoon de andere kant op kijken. Ik is aan zo'n tafel gaan zitten bij de vriendje. Want het is een strong independent woman who don't need no man, maar ze heeft wel haar vriendje nodig, die zowel qua lichaamsgeur als qua baard als qua buikomvang zijn uiterste best doet om Karl Marx te evenaren. Dat die vent. En die ging dan de held spelen. Hey, ik luister daar niet toe dat je zo tegen mijn vriendin praat. Ik zei, hey, grap, volgens mij is zij een sterke onafhankelijke vrouw. En kan ze bier in het gezicht gooien? Nou, dan kan ze ook even mij te woord staan waarom ze dat deed. Zij bleef maar lachen. En ik zei op vrij duidelijke, luide, ongenuanceerde toon wat ik van haar vond. En waar dit op sloeg. Wat een kutwijvenactie dat is. Want het is een laffe actie, hè? Bier in het gezicht gooien. Want ik sta voor lul.
mijn kleren zijn vies. Als ik iemand nep, is dat een buitenproportionele reactie bij een vrouw. Als het een vent was geweest, had hij hem gemept. En daarom gooien mannen geen drankjes in elkaars gezicht, omdat ze weten dat ze een angst voor hun bek krijgen. Maar ja, ik ga geen vrouwen slaan. Ja, het moet wel heel bom maken natuurlijk. Maar daar heb ik een rem op. En toen zei ze, ja, je bent een miserig mannetje en je verdient niet beter dan dit. En dacht ik, oké. Ze heeft niet uitgelegd waarom. Nou, ik denk dat ik wel weet. Ik weet niet hoe ze heet. Nou, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Nee, maar het maakt ook niet. Maar ze is wel docent trouwens, filosofie. Ze is alumna. Toen uiteindelijk ging dus die vriend van haar ging ons tof doen. En ik was heel boos. Ik dacht, nou, ik ga hier geen geweld lopen gebruiken, want dan duiken mensen boven mij en dan ben ik ook een eikel. Want ja, dat is ook een... Maar ik was wel woedend. Dus wat ik toen deed, nadat ze dus niet opeens zoiets had van sorry of zo, dan rochel ik in haar gezicht toen ik wegliep. Ja. Ik dacht, hé, weet je, ik krijg een glas bier. Zij is een vrouw, dus ze verdient minder. Dan krijgt ze een kleinere hoeveelheid vloeistof terug. Okay. Ja, gelijke munt, maar wel, okay, wel met een loonkloofje erin. Ja. Dat gebeurde toen. Dat kan dus wel gebeuren. En ik weet wel waarom. Want ze had een jaar geleden, had ik mijn eerste TPO-artikel, of dat is wel lang geleden, gepubliceerd over de loonkloof. Waarom ik denk dat die bestaat. En over het glazen plafond. En waarom ik denk dat het discours daar alweer helemaal niet klopt. Mm-hmm. Titel was, waarom het terecht is dat mannen meer verdienen dan vrouwen. En dat leg ik dan ook uit. Het is een beetje een prikkelende titel. Maar is een beetje en waarom was het terecht? Huh? Waarom was het terecht? We hebben hier aan het begin iets... En kort erover gepraat, wat was terecht? Maar waarom is terecht dat mannen meer verdienen dan vrouwen? Nou, als je alle salarissen van alle mannen vergelijkt met alle salarissen van alle vrouwen tussen de 18 en de 65, dan zie je een verschil, ja. Want mannen werken minder vaak part-time, werken vrouwen in andere sectoren. Mm-hmm. En ik heb daar geen probleem mee. En we hebben ook het bewijs, of het beste bewijs, de beste aanwijzing, dat dat een geval is van persoonlijke voorkeur. Omdat in landen waar ze dus het boel zo goed mogelijk hebben rechtgetrokken, zoals in Zweden en Noorwegen, vooral Noorwegen, de verschillen maximaliseren. Mm-hmm. Zal ik even het artikel... Van TPO? Ja, je hebt de titel gehoord, de post online, Jesper Janssen, dan vind je een artikel en dat is dan de oudste. Waarom het terecht is dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Ik denk dat is terecht, dat is niet goed of slecht, maar als je ander werk doet, ik zou... Oké, kijk naar die loonkloof, hè. En nou even niet flauw doen en alle salarissen van alle mannen en die van alle vrouwen vergelijken. Nee, zelfde baan, zelfde bedrijf, zelfde aantal dienstjaren, zelfde opleiding, zelfde cijfers, cum laude of niet geslaagd, zelfde jaren waar je voor tekent, zelfde woon-werkverkeer, zelfde aantal overuren, natuurlijk is hetzelfde salaris. En die 2% die dan overblijft, dat is dan vaak het gevolg van functies waarin je kan onderhandelen voor je salaris. Nou zijn vrouwen meer dan mannen geneigd tot conflict vermijden. Mm-hmm. En onderhandelen voor een hoger salaris is een vorm van conflict. Maar mannen die heel conflictvermijdend zijn, verdienen ook minder dan vrouwen die totaal niet conflictvermijdend zijn. Dus het is niet zo heel ingewikkeld. Het is geen rocket science. Het is totaal logisch. Ik ben ook niet goed in onderhandelen. Ik ben niet per se conflictvermijdend. Dus dat zou ik zelf niet durven noemen. Maar ik ben daar een beetje huiverig voor. Zeg maar. Ik vind dat ik meer waard ben. Mijn vader gaf me dit voorbeeld. Die werkte in de psychologisch-psychiatrische hulpverlening. Dus geen vetpot. Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. En een collega, toen werkte hij met RIAG, geloof ik. Vrouwelijke collega. Die waren in hetzelfde jaar begonnen. En zo 10, 15 jaar later of zo hadden ze het over hun salaris. En toen bleek dat zij ieder jaar braaf een schaal omhoog was gegaan. Maar dat hij eigenlijk al vanaf het begin bijna bovenin zat. Vond zij onrechtvaardig. Maar toen vroeg hij naar de sollicitatiegesprekken. Vroeg hij, wat zei jij? En zij had het gewoon getekend. Ja, is toch goed? Staat het toch? En hij zei bij zijn sollicitatiegesprek met pa, nou, ik denk dat ik wel meer waard ben. En toen zei die man, oké, laat maar zien. Gaan we gewoon doen. Dus hij staat wel onder meer druk om een hogere prestatie te leveren in niet eens een prestatiegericht vakgebied. Ik denk, hier heb je de uitleg, of hier heb je het grootste deel van de uitleg. Mensen onderhandelen verschillend. En ik vind vrouwen wat dat betreft heel slim, want geld maakt niet gelukkig. Armoede zeker niet. Maar als je genoeg geld hebt om gewoon je rekeningen te kunnen betalen en af en toe op vakantie te gaan, heb je niet meer nodig. En meer werk is meestal gewoon meer rugpijn, meer nekpijn, meer stress. Het is gewoon een betere balans. Maar de reden waarom vrouwen dus minder onderhandelen? Nee, niet. Nee. Minder goed. Gemiddeld minder agressief onderhandelen. Waarom ze dat is omdat ze aangeleerd krijgen van kind af aan. Ja. Doe rustig. Ja, dat... En dat mannen daarop geprijsd worden op hun overwinnings... Wat is je bewijs? Daarvoor, voor die hypothese. Want een theorie is het niet. Het is nooit bewezen namelijk. Oké, er zijn geen statistieken voor.
Of hoe zijn, dit zijn experimenten voor? Sociaal, nou jawel, je hebt voldoende. Dus ik weet niet, ik leg het alleen voor. Je kunt dat dus zien in die documentaire Jernovas. Dan komt er Nisbet, geloof ik, Robert Nisbet. Of een naam, die, Lip met twee P's of zo. Een naam die erop lijkt. Die komt, die hebben dus een persoonlijkheidsassessment studie gedaan. Mm-hmm. In 100 landen of zo, omdat het online kon. 100.000 mensen uit alle strata van de samenleving hebben die dingen ingevuld. Gewoon over wat vind je interessant, waar ben je goed in, wat. En een persoonlijkheidstest. En dan blijkt dus dat het over de hele wereld de verschillen hetzelfde tussen man en vrouw hetzelfde zijn. Ze maximaliseren wat meer in Scandinavië, ze minimaliseren wat meer in China en India. Persoonlijkheid, temperamentsverschillen ja. ook, hè? Dus persoonlijk temperament maximaliseert wanneer je alle omgevingsfactoren die dat een beetje kunnen sturen en vaak een rem zijn op je instinct en op je neigingen. Als je die wegneemt, maximaliseren die verschillen. Je zou kunnen zeggen dat daarom misschien Zweden ook het meest feministische migratiebeleid heeft. Omdat het rampant maternal instinct is. Het is impulsieve compassie. En pathologisch altruïsme, zo wordt dat genoemd. Impulsieve compassie. Ze zijn zo zielig, kom binnen. Er is een kind verdronken, we hebben een foto, dat arme ventje was verzopen. En gelijk moet het hele continent open. Dat is eerder een moederlijke reactie dan een vaderlijke reactie. Dat is een matriarchale reactie. En die hadden ook voldoende invloed en draagvlak om dat te laten gebeuren. En was er zo'n grote kans dat jongetje trouwens overboord is gegooid. Want er was er sprake van dat heel veel christenen overboord werden gegooid. Die zaten tussen de vluchtelingen. Welke jongen? Je weet toch wel dat... het nieuwsartikel, bedoel je? Ja. Oké. Ik wist even niet wat je bedoelde. Als er geen algemeen kiesrecht was geweest, voor mannen en vrouwen, dan was er niet zo'n rash decision genomen door politici die goed voor de dag willen komen. Ja. En onder druk staan van belangengroepen. Dus dan was dat minder voor manipulatie vatbaar. Ik weet niet of het beter of slechter was. Maar dat is daar een gevolg van. Waarom denk je dat het... het gesprek of het debat wat nu tussen links en rechts gevoerd wordt zo polariserend op dit moment is. Welk debat? Serieus? Waarom denk je dan dat mensen zijn die het rechtvaardig vinden om jou bier in je gezicht te gooien in plaats van met jou in gesprek te gaan? Het is gewoon een laf wijf. Dat denk ik eerder persoonlijk temperament. Oké, je hebt een soort vijandbeeld gecreëerd, een soort monster. Net zoals de mensen die nog steeds met resist Trump en zo. Want ja, die hebben eindeloos geroepen dat hij Hitler is. En nu is hij president. Dan gaan ze niet opeens denken, oh, hij is geen Hitler. Nee, dat geloof je dus ook echt. Of mensen geloven dat echt. Je kunt niet zomaar weer teruggaan daarvan, van die tiende versnelling. En hetzelfde geldt bij dus als je eindeloos zegt en hoort. Vorm van Democratie is een fascistische partij. Het is een nieuwe Hitler. Moslims zijn de nieuwe Joden. Allemaal niet waar. Want Joden werden gezien als de bevoorrechte klasse. Hè? De bevoorrechte minderheid die alles stuurde. En zo worden moslims niet gezien. Dus dat is een belangrijk verschil. Mensen die zeggen, want er zijn nieuwe joden, die denken niet goed na. Maar als je dat hele tijd hoort... Ja, natuurlijk is iemand die dan openlijk zegt FVD te stemmen... en Thierry wel een beetje te kennen... of een paar keer met hem een biertje gedronken te hebben of zo... een gevaarlijk iemand. En zodra je niet meer een andere mening hebt, maar gevaarlijk bent... ja, waarom zou je dan met iemand debatteren? Als ik geloofde dat iemand echt de nieuwe Hitler is... Zoals Volkert van der G dat echt geloofde. En ik maak het even heel dramatisch, maar dat geloofde hij wel. Dan zou ik, als ik me even verplaats in die ja, enigszins pathologische denkwijze, dan zou ik ook niet denken dat diegene een oprecht gesprek met mij wil. Dus er is geen wederzijds vertrouwen. Ik denk dat daarom, en dat sociale media daar een grote rol in hebben gespeeld. Ja, en dit is een van de dingen waar ik problematisch vind. Is dat we... Dat ik als blanke man... Dat jij als blanke man hierover wat durft te zeggen, inderdaad. Dat is wat ik probleem is heb. Is ook wel heel erg. Ga mijn fucking podcast uit. Nee. Ga mijn podcast uit. Dat is een vrij nieuwe uitdrukking. Daar is het gat van de podcast. Wat ik problematisch vind is dat... we blijkbaar... inderdaad niet eens... een gelijke narratief hebben. We kunnen niet eens meer over hetzelfde... We hebben niet eens met dezelfde geschiedenis die we hanteren. De geschiedenis van de ene kant is eentje van emancipatie. En vrouwen zijn altijd onder druk geweest en zijn nu... Onderdrukter dan ooit, dat zeggen mensen ook nog wel eens hoor. Verschilt. Ja, maar het zijn in ieder geval de underdog. Zijn de underdogs en dergelijke. En de andere geschiedenis is een andere geschiedenis. Nou, die andere geschiedenis, dus waar ik het over heb, ja. De echte.
die heeft weinig maatschappelijk draagvlak. Vraag 10 mensen, 20 mensen op straat, werden vrouwen voor ronddrukt? Zegt niemand, zegt nee. Tenzij toevallig een MRA tegenkomt of zo. En? Men's Rights Act. Oh, ja? Iemand, of een MGTOW, Men Going the Wrong Way. Weet je, die vrouwen helemaal vermijden omdat ze te gevaarlijk zijn. Wat ze op een bepaalde manier zijn. Als je gewoon met een beschuldiging van seksueel misdrijf gewoon je leven kapot gemaakt kan worden. Kan ik voorstellen. Ik vind het een slap excuus omdat ze eigenlijk bang zijn om een meisje aan te spreken. Maar ik snap ze wel. Maar vraag 20 mensen dat en dan zullen het antwoord altijd ja zijn. 1. Wij zijn mensen en wij zijn veel beschermender als het gaat om onze vrouwen. Als wij dezelfde beschermende houding hadden tegenover mannen, zouden we ze niet naar het front sturen, zouden we uitsterven. Want iemand moet de boel verdedigen tegen de andere mensen die de boel moeten verdedigen tegen de ander. Dat ga je niet laten doen door de mensen die baarmoeders hebben, want die hebben al een intrinsieke waarde. Dat wat ik bedoel, je stuurt je vrouw niet naar het front. Dat is het einde verhaal. Niet omdat ze slechter in zouden zijn, hoewel ik dat wel denk. Want ze zijn er minder fysiek al überhaupt niet echt heel veel minder voor geschikt. Ik ook niet. Ik kom ook niet door de keuring heen hoor. Dus dat contranarratief, dat is heel marginaal. Van nee, de geschiedenis is er niet één van onderdrukking van alle vrouwen door alle mannen of van het patriarchaat. Een term die nooit gedefinieerd wordt ook. Helemaal nooit. Wordt gewoon als received wisdom gebruikt. Zeg maar, definiëren is dan. Oké. Een samenleving waarin die mannen hebben gecreëerd ten voordele van andere mannen en zichzelf over de ruggen van vrouwen. Dan denk ik, nou, opmerkelijk. Maar waarom was het dan vrouwen en kinderen eerst bij als er een schip zinkt en als er een gebouw in de fik staat? En waarom gaan de mannen dan naar het front? En waarom leggen die de wegen aan? En het is dan heel moeilijk om niet te klinken als iemand die zielig doet. Ja, maar ik ben geen identity politician. Ik identificeer me niet met die mannen, maar het is een incorrect beeld van de geschiedenis. Heel simpel. Wat ik al zei. Mijn overgrootvader was landarbeider. En mijn overgrootmoeder had een winkeltje aan de dijk. Ik denk dat ik wel weet wiens werk er kutter was voor zijn lichaam en wie er eerder dood ging. Mm-hmm. Wat ook zo was. Altijd. Dus dat contranarratief, ja, ik vind dat daar meer over gepraat wordt, maar ik snap wel waarom niet, want het druist in. Kijk, feminisme is niet de oorzaak van dit soort dingen. De oorzaak van is gynocentrisme. Dat is een menselijke eigenschap, een dierlijke eigenschap. Ook om de veiligheid en het welzijn van de vrouw centraal te stellen. In alles. Alles wat je benadert. En dat is dus een cartoon, dan zie je, die daarover gaat. Dan zie je een vrouw in een volledige bedekte burka. En een vrouw in bikini, die lopen langs elkaar, die kijken zo naar elkaar en allebei denken ze, och, dat seksistische patriarchaat. Want zij laat hun vrouwen kleden ze aan als hoeren en als seksobjecten en zij laat ze in vuilniszak lopen. Maar all roads lead to misogyny. Dat komt altijd daarop uit. En zo zitten wij in elkaar. En dan moet je proberen om niet met je compassie of in je baarmoeder te denken of niet met het gedeelte van je brein dat de vrouwen en kinderen wil beschermen. Dan denk ik maar even rustig een analyse te maken van oké, hoeveel oorlogsdoden vallen er? Wie zijn er vaker slachtoffer van seksueel misbruik? Mannen. Waarom? Door andere mannen. Dat gebeurt ook, ja. Het gaat meer om. En dat is ook weer een ding. Ja, wat maakt dat nou uit? Het ging toch om individuen? Dus als al het seksueel misbruik tegen vrouwen door andere vrouwen gedaan werd, zou het dan niet uitmaken? Geloof ik niks van. Het is eerder een cop-out om het er niet over te hebben, maar gevangenissen. Als je het hebben over rape culture, ga je naar een gevangenis. Of ga je naar Afghanistan, hè, waar die thee-jongetjes, iedereen die vliegeraar heeft gelezen, weet dit. Je hebt een keer al toch, dat boek? Ja, ja, precies. Nou, ik zou, als ik niet aan het knikken ben, is het niet luisteren, maar omdat... Nee, het ruis, dus dan... Ja, dus de hoeveelheid Afghaanse jongetjes van 13... waarvan al hun broers al zijn omgekomen in guerrilla-oorlogvoering en drugsmokkel en bomaanslagen en drone strikes door de VS, die dan om voor hun moeder en zussen financieel te zorgen, want het is te gevaarlijk voor hun, zichzelf dan moeten prostitueren aan oude mannen. Het is niet echt een patriarchaat, hè? Any patriarchy worth its salt zou mannen ook daadwerkelijk een voordeel geven. In plaats van zich, omdat ze het gevaar lopen en verantwoordelijk zijn voor wat hun gezin doet, dan misschien hoofd van de huishouding mogen noemen 150 jaar geleden. Ja. Dat is een schrale troost. Waar ik ook erg benieuwd naar ben is... Ik heb geen coherent verhaal. Nee, dat maakt er niet zoveel uit. Nee. Waar ik ook benieuwd naar ben is... jouw eigenlijke persoonlijke ervaringen met het uiten van deze posities. Die niet goed in de keel vallen van veel mensen.
Je moet ook niet recht in hun gezicht gaan staan schreeuwen in de hoop dat hij hier terecht komt. Ja. Je had het net over, dat je naar een bijeenkomst wilde gaan van Antifa. Dat vond ik wel een mooi verhaal. Het was Antifa gelieerd. Antifa gelieerd, ja, oké. Okay. Het was bezorgde Amsterdammers. Maar die lusten er ook wel pap van. Bezorgde Amsterdammers, een Facebookgroep. En die hadden een avond georganiseerd. Het was dan Forum voor Democratie. Wat is het en hoe bestrijden we het? En eigenlijk wilde ik daarheen. Om eens te kijken wat zij dan denken dat ik ook denk. Als lid van Forum. Ik was oprecht benieuwd. Zou ik nog een nieuw argument horen? Of zou ik alleen maar talking points horen? Of zouden zij mij laten zien dat ik me eigenlijk heb laten flessen door gewoon een charismatische fascist? Zou kunnen. Je moet de mogelijkheid open houden. Misschien moet die hele partij wel een zepert en blijkt dat het gewoon extreem narcistische, gevaarlijke Hitler-Mussolini-melange daar de dienst uit maakt. Zou kunnen. Wil ik. Ik denk dat een goed recept voor een film. Ja. Nee, maar ik wil dat weten. Want natuurlijk zit ik ernaast. Mensen zitten er altijd de hele tijd naast. Dat is de geschiedenis. Getting shit dead wrong. Dat betekent niet dat je niet moet denken, dit is een goed idee, hier sta ik achter. Maar dat moet je niet onkritisch doen. Dus ik wilde er eigenlijk heen om te luisteren. Maar dacht, ik moet hem wel een beetje links vermommen. Ik kan niet in een overheid met Bretels komen. Dan herkennen ze me. Dat is niet per se borstroffelerij. Iedereen kent mij. Maar ik bedoel, een keer in groen. Je staat ergens op een lijst, toch? Ja, ik ben wel geflagged inderdaad door Kafka. En wat is Kafka precies? Ja, dat is een antifa-organisatie. Zoiets. Dat is gewoon extreem links. Die houden dat soort dingen bij. Ja. Foute figuren. En je bent daar geflagged omdat je een artikelen schrijf op TPO en ik stond ook op de Racist Wall of Shame. Mm-hmm. Omdat iemand ging klagen over het woord neger en dat vond hij heel erg. Ik zei hier, neger, 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 neger. Nou blij. Of die was met iemand aan het discussiëren op Facebook, wat niet kan, wel leuk is. En toen bleef maar eromheen lullen. Ik zei, oké, die vieze, vuile negers zijn minder waardig en moeten oprotten uit mijn blanke Nederland. Ben je nu tevreden? Is dit wat je denkt dat ik denk? En dat screenshot, ja, werd gepakt. Racist Wall of Shame. En dacht ik, nou, het is een dubieuze eer. Gemengd genoegen, maar het bewijst wel mijn punt. Het gesprek doet er niet toe. Wat je zegt doet er niet toe. Context doet er niet toe. Alleen maar iemand kunnen neerzetten als. En in de Gestapo-bak van gecorrumpeerde personen gooien. Ja, maar je bent er niet heen gegaan. Nee, ik ben er daar niet heen gegaan. Het is in Amsterdam en de mensen met wie ik zou gaan konden allemaal niet. En 3 uur reizen en er waren maar 190 mensen geïnteresseerd. Dus dan komt er geen hond. En voor hetzelfde geld herkennen ze me en laten ze me niet binnen. Want dat was ook heel typisch. Want ik had al gezien dat er mensen van Forum waren. Dan een bericht gestuurd. Hey, we willen ook graag komen. We zijn van Forum. We zijn benieuwd wat jullie van ons vinden. Misschien kunnen we vragen beantwoorden. Ze, ja, dat was het bericht echt. Dat kun je ook op Facebook wel zien. Het bericht was ook echt. Ja, jullie zijn een seksistische, nationalistische, fascistische, racistische, islamofobe partij. Dus ik flikker lekker een eind op. Ik heb een artikel gevonden waarin dat dus ook beschreven wordt. Dat hoe zeg je dat? De dagelijkse standaard. Ja, wel vandaag. Ja. Oh ja, dat wordt bezorgd in Amsterdam. Ja, dat moet je ook niet altijd serieus nemen hoor. Nee, maar er zitten foto's bij van gesprekken. Oh ja. Ja, oh ja, dan moet je even kijken of je die. Zal ik even aanklikken? Ja, ik wil even. Kun je hem voorlezen? De reactie van die. De reactie? Ja. Even kijken. Ik zal eens even voorlezen wat hij even lezen. Hallo, ik ben erg geïnteresseerd in jullie evenement over FVD. En ik zou ook graag aanwezig zijn. Ik ben zelf lid van FVD en ben erg benieuwd naar jullie inzichten over de partij. Toch begrijp ik dat je dit wellicht kan leiden. Huh? Toch begrijp ik dat dit wellicht kan leiden tot confrontaties betreft mening. Om te voorkomen dat ik mogelijk onverwachts niet welkom ben, zou ik graag even willen checken of jullie hier als organisatie een probleem mee hebben of niet. Met vriendelijke groet en dan de naam van de persoon. Ja. En dan is het antwoord hierop is, gast, wat denk je zelf? Jullie zijn een partij met een fascistische kern, anti-links, racistisch, seksistisch, homofoob, nationalistisch, neoliberaal en met een klassebasis onder de middenklasse. Oei. Met een bredere laag softe rechtse leden daaromheen. Rot dus op naar Baudet's grachtig gordelkamertje met de feitenvrije antisemitistische. Antisemitistische. Wat geen woord is. Ja, maar er staat er wel. Ja. Samenzweringstheorietjes van jullie. Liefs en dan klaar. Een, ja.
Volgens mij klopt de twee beschrijvingen. Anti-links en nationalistisch. Ja, die twee kloppen, ja. Ik zal de link ervoor Link in de description. Ja, dit was wel lachen om te lezen. Dus, maar ik had al ook wel eens, ja, waarschijnlijk kom ik daar dan en dan val ik door de mand en dan kom je dus niet binnen. En dat is een probleem, want bij FVD... Ik zat laatst nog bier te zuipen met Anne-Fleur Dekker in de kelder van FVD. Het gaat nog door trouwens. Maar dat is niet interessant om door te lezen. Ja. Maar voor de mensen die dan luisteren... Ja. Ik heb het zelf niet gelezen, maar er is meer. Het spek gaat nog door in ieder geval. Ja, okay. Ja. Ik heb wel een dubbele... Ik ben altijd ambivalent tegenover zulke dingen benoemen en het erover hebben. Mm-hmm. Want ik vind het belangrijker om te hebben over de ideeën en de dingen die erachter staan. Zoals we de afgelopen uur wel gehad hebben. Nou, dit ging over media framing en het gesprek stopt wanneer je echt gaat geloven. Mm-hmm. Of wil geloven of wil dat anderen geloven dat een hele gevaarlijke groep is. Waar je nooit naar moet luisteren. Je zou de PVV er ook van kunnen betichten. Zeggen, islam vormt de vijfde kolonne en dat wil ons land ondermijnen. Er zijn ook argumenten voor en tegen. Maar ik heb betere gesprekken met PVV'ers. Waar ik nooit had gedacht. Dan, nou, ook wel met SP'ers, maar niet met mensen van GroenLinks. Hmm. Nou, een van mijn beste vrienden is een GroenLinks'er. Maar daar kan ik goede gesprekken mee hebben, omdat het een van mijn beste vrienden is. En een weldenkende persoon. Ook weldenkende personen stemmen op GroenLinks. Dat komt voor. Ja. Want je hebt, even terugkomen op Anne-Fleur Dekker, dat was wel grappig. Want je hebt ooit ook een podcast met haar gedaan en daar zij tegen jou uitgevallen? Of wat was het nou precies? Nou, niemand viel tegen niemand uit, maar Helene Mees, die er ook was, die liep boos weg. Ik had aan haar gevraagd, bent u een volwassene? Het ging over online verkrachting. En ze vinden het altijd heerlijk om dat woord te gebruiken, want dat is een button-pushing woord. Kan je iets meer context geven? Want ik ken met het verhaal en ik begrijp het niet helemaal waar je van. Ik zat het programma Questies met Rob Oudkerk. Het ging dan over seksisme in Nederland. Ik ben fucking Rob Oudkerk, de roerenloper. Oké, sure. Wat is met Rob Oudkerk? Rob Oudkerk, die was out of grace gevallen, omdat hij een roerenloper was. Goed. Rob Oudkerk, zal wel. Ja. Maar dat was de PvdA bestuurslid in Amsterdam of zo. En toen is hij eruit geknikkerd. Maar het is ook een beetje een viezig mannetje. Maar prima verder. Eigenlijk zou Maxime Hartman daar komen bij dat programma. Maar die wou uiteindelijk niet in dezelfde ruimte zijn met Rob Oudkerk of zo. Dus toen ging ik, hebben ze mij gevraagd via Facebook, omdat ik wel eens wat dingen op TPO publiceerde toen. Mm-hmm. En dan zat ik daar naast Anne-Fleur Dekker en tegenover... Helene Mees, hè? Helene Mees. En dan was er nog een mevrouw, waarvan ik de naam niet meer weet. Want die was nogal normaal. En zij niet zo heel veel. En nog een dude, die was versiercoach. Tim nog wat. Weet niet. Daar heb ik ook gemengde gevoelens bij dat soort mensen. Maar oké. Gingen we het hebben over online seksisme. En wat ze dus hadden over hele nare berichten die Anne-Fleur kreeg. En ja, dat zijn nare berichten. Maar dude, het is internet, hè? Je kunt mensen blokken. En als je allemaal echt ridicule shit gaat zeggen op internet of op tv, want ze krijgen heel veel ruimte op tv. En mensen worden daar pissig over. Net als met Sunny Bergman. Echt dat mensen woedend. Ja, je noemt gewoon alle witte en blanke Nederlanders racisten. En dat is nogal een ernstige aantijging. Dat is nogal belediging. Geeft ook wel aan dat we misschien niet in een land wonen waar racisme normaal gevonden wordt. Dus dat een hele erge belediging is. Dat is een eerder terzijde. Maar dan zaten we het daarover en noemen ze dat online verkrachting. En dat woord vond zij heerlijk om uit te spreken. Want de cortexjes knijpen dicht als je dat soort woorden zegt. Mensen denken minder helder. Want het gaat over een van de walgelijkste dingen die iemand kan aandoen. Dus ik vind het woord ook niet zo fijn. Maar wat er toen gebeurde is. Ik zei nou, ik zou die term online verkrachting. Je bent nou conceptinflatie aan het doen. Zoiets zei ik. En moest ik dat uitleggen van op Oudkerk. Ja, je bent gewoon iets wat daadwerkelijk een walgelijk misdrijf is. Aan het vergelijken met nare, hele echt kutberichten. Maar berichten op internet krijgen. En dreigementen. Nou, als je één ding weet over internetdreigement. Is wel dat als iemand jou iets wil aandoen. Dat het niet gaat aankondigen op Facebook. Desalniettemin, heel vervelend. Maar om dat te vergelijken. Om daar dat concept zo uit te rekken. En dat online verkrachting noem ik. Zei, nou, volgens mij is online verkrachting dat Zweedse meisje, dat de twee Irakezen en een Afghaan werd gegroepsverkracht, die dat livestreamde op Facebook. Dat vind ik even van een ander kaliber. En toen ging Helene Mees, die had het over die zat ook de hele tijd op de telefoon, want de kutte trouwens, die deed ook helemaal niet mee. En die zat ook te mekkeren over,
over online harassment en zo, terwijl zij zelf veroordeeld is voor stalking. Daar mochten we het niet over hebben tijdens die uitzending. En ik vroeg haar, bent u een volwassene? En in relatie tot wat vroeg je dat aan haar? Over haar, hoe erg het is om online verkracht te worden. Omdat mensen dus walgelijke dingen over je zeggen op internet. Mm-hmm. Het woord even lekker gebruiken. En vroeg ik, bent u een volwassene? Waar is schelden doet geen pijn gebleven? Dat was een beetje het idee. Van, hé, dit is niet fraai, maar stel je verdomme niet zo aan. En daar reageerden ze niet op. Ik zei, nou, interessant. Niet heel volwassen, dus vrij kinderachtig om niet te reageren. En uiteindelijk halverwege het gesprek of zo, terwijl ik dus wat stats aan het zeggen was en was het argumenteren, liep zij weg. Had ik niet eens door. En toen zei ik op eigenlijk, stop. Hè, dit is iets wat nooit is gebeurd hier. Iemand is weggelopen en dan ging Helene mij daarna later een crybaby noemen. Terwijl zij tijdens het gesprek stampvoetend wegliep. Wat ik heel bijzonder vond. Mm-hmm. En mij slammen in de krant. En ik vond het hilarisch. Ik had wel gevoel, de debatten moet je niet willen winnen, maar dit is wel gewonnen. In de pocket. En Anne Fleur, die noemde ik op een gegeven moment Lievert, zei ik tegen haar. Echt niet kunnen. En ik dacht, dude, als je Lievert al beledigend vindt, hoe slecht ben jij opgevoed? Maar later, later had ze een relatie met Paul van der Bas van de Dagelijkse Standaard. Was die Forum, Joods, rechts, Amsterdam, blijkbaar ook Joods. Zionistisch ook wel. En die is dus, die is nou vaak ook gewoon aanwezig bij dat soort bij Forum evenementen. Ja, ze is redelijk van haar. Nou, ze werd uitgekost door links, omdat ze überhaupt omging. En het hele hilarische ding was, iedereen zei, ja, dat soort linkse meisjes krijgen altijd een rechtsvriendje. Ja, oh, durf je te zeggen, seksist, mansplaining. En ja, het gebeurt. Natuurlijk gebeurt het. Ik zei het al van tevoren. Dit gaat net zo worden als Lacey Green en Chris Reagan. Twee YouTubers. Lacey Green was super feministisch. Chris Reagan niet. En dat werd een soort romance tussen die twee. Die vonden elkaar echt leuk. Nou, Lacey Green, de feminist, al haar vriendinnen en alle mensen aan links, die haten er nu. En iedereen aan de kant van Chris Reagan. Een beetje intellectual dark web-achtig. Mm-hmm. Kom erbij, gezellig. Andersom gaat niet zo. Want je moet moreel puur en zuiver zijn om daarbij te mogen. Het is één grote slangenkuil. Hè? Zo'n super linkse plek. Het is net als in de Sovjet-Unie. Je bent de hele tijd bezig met vechten om wie is er doctrinair puur genoeg. Heb jij ooit een keer iets getiet waar je homo zei? Je ligt eruit. Je ligt eruit. En dat zie je wat minder bij Forum. Serieus, de mensen zijn meer open voor gesprek. Kan over van alles gaan. Want je ziet al, iedereen kan komen bij een Forum-bijeenkomst. Maar er wordt wel een steen eruit gegooid. En er was ook een mevrouw die bij de winterschool van Forum voor Democratie een reportage kan maken. Was van Vrij Nederland of zo. Zo'n krant, gewoon een krant. En helemaal amicaal doen wij ook aardig. En dan werd het een of andere zeikerige hitpiece. Dat wij echt dachten van, jongen, hoe graag wil je, ze kunnen het gewoon niet laten. Hoe graag wil je nou mensen wegzetten als in plaats van uitzoeken hoe het zit. Dat is de vloek van print media. Daarom is de toekomst YouTube. En dat is ook waarom de EU dat aan banden probeert te leggen. Want vrije verkeer van informatie, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Ja, misschien via de post. Ik heb een totaal ander onderwerp. Ja, ja, maar ik fladder. ADD. Daar kunnen we het ook over hebben. Ja. Dus de EU wil YouTube aan banden leggen. Nou ja, niet of niet YouTube precies, maar niet in die woorden, maar in de praktijk. Ze noemen het copyright directive en link tags. Dat soort dingen. Is niet wat het is. Want grote mediabedrijven die nog steeds genoeg geld hebben, die dus al lang bestaan, kunnen nog steeds betalen voor al dat copyright. Maar als jij een meme wil maken, dan ben je dus een copyright aan het schenden opeens. En als je linkt naar iets in je bronvermelding, dan moet je daar ook weer toestemming voor krijgen voor betalen. Dus in praktijk is wat kleine onafhankelijke YouTubers, commentatoren, pundits, nieuwsbrengers. Die wordt het onmogelijk gemaakt om dat te doen. Want dat is een. Die actoren waren op YouTube. Want heel veel mensen, zeker in de EU en zo, en hoog in de politiek, zijn van babyboomers. Die dachten dat YouTube een ding was voor kattenfilmpjes. Die weten helemaal niet dat daar 4 uur durende lezingen staan over geopolitiek. En Jordan Peterson's 12-delige reeks over het eerste boek van de Bijbel en de psychologische significantie ervan. En allerlei andere perspectieven op nieuws. En op actualiteit en op religie, filosofie, alles. En dat gooide een enorme sabotageactie eigenlijk in de verkiezingen in de VS en Brexit. Dat was zonder het internet, de wild wild web, was dat niet gebeurd. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben, want dat verziet ook wel stabiliteit op allerlei manieren. Dus dat moet zo gauw mogelijk aan banden worden gelegd. Oké.
Hadden ze gewoon geen rekening mee gehad. Ik ben ervan overtuigd dat de EU gewoon een project is. Het is ooit bedacht door Richard Nicolaus van Koudenhoven-Kalergi. Een Duitse of een Oostenrijkse graaf. Ja. En die schreef het boek Pan-Europeïsme. En die schreef nog meer dingen. Europa moet zich verenigen. Dit was de geestelijke vader van de EU. En wat hij schrijft in zijn schrijfsels is, als je dan begrijp je de EU ook al eens een stuk beter. Het is namelijk, het gaat naar een federale overheid toe. Je kunt een nationale overheid of een federale overheid hebben. En de Verenigde Staten is een federale overheid. Federal level. In Europa is dat niet zo. En ik denk ook niet dat het kan, want de landen zijn te verschillend. En de mensen zijn te gehecht aan hun nationale, persoonlijke, pastorale identiteit. En dat vind ik ook niet zo'n probleem. Ik ben er wel van overtuigd dat de EU in een project terecht is gekomen waarin het alleen nog maar in belang is van de mensen die iets een verschil kunnen maken om verder te federaliseren, meer soevereiniteit af te dragen naar de EU. Vaak ook met regels, met redenen die op zich ook op zichzelf best wel oké zijn. En dan kunnen we fatsoenlijke regels over plastic soep en zo. Ja, dat is een top idee, maar dat kan een land ook doen. Wij kunnen ook fatsoenlijke, eindelijk eens een keer fatsoenlijke statiegeldwetten gaan maken. Zodat blikjes er ook onder vallen en zo. Dat doen ze in Denemarken ook. Straten zijn er fucking schoon. Omdat daklozen al die blikken verzamelen. Weet je wel? Dat werkt in Japan ook zo. En je verspilt een hoop minder materiaal. Je moet gaan investeren in fatsoenlijke kernenergie, schone gebruik van olie. Ze zijn er al mee bezig met bepaalde bacteriën. Die plastic deeltjes. Die plastic soep in de oceaan. Daar is iedereen het over eens, hè? Rechts, links, maakt niet uit. Niemand wil die plastic soep. En die aan de top van de oceaan is nog maar tot daar aan toe. Want de hoeveelheid plastic en nanodeeltjes die in zalm zitten, heeft ervoor gezorgd dat 30% van de Denen onvruchtbaar is. Dat is echt sick. En daar is links en rechts, dat is geen links-rechts deal. En daar zou ik dan met linkse mensen over willen praten, maar die gaan ervan, ah, je haat het klimaat. Het is een religieus ding geworden. Het is een tribaal religieus ding. Er is geen inzicht meer dat conservatieven en liberalen elkaar nodig hebben. En dat heb ik niet per se zelf bedacht, maar wel ingezien. Ik zeg het even heel simpel zo. Links is er om ervoor te zorgen dat rechts geen etnonationalisme wordt. Mm-hmm. En rechts is om ervoor te zorgen dat links niet de grenzen openzet en alles gratis weggeeft. Mm-hmm. Als we het even over deze twee distincties hebben, want ja. Dat is een interessant verschil wat je daar maakt. Ik denk dat we wel aan de linkerkant wel zien wat er aan het opstijgen is qua extreem links, Antifa en dergelijke. Het bestaat al heel lang. Alleen wordt nu echt mainstream. Nu, vroeger zeiden mensen altijd al, ja, eigenlijk is Antifa net zo erg als de neonaties. Ik denk, dat was een beetje volkswijze. Ik denk, nou, ze zijn een stuk gevaarlijker, want er zijn echt maar 100 neonaties in Nederland. Ja, ik geloof niet eens dat ze er zijn. Ik schijn in de extreemrechtse wereld te zitten en ik ken er geen. Er zal vast wel 3 ontslagen stucadoors in Sassenheim in de Bollestreek of zo zijn die in Ekel hebben. Oh nee, ik weet niet hoe ze daar praten. Maar misschien kun je, en daar had ik het vanmorgen met Jason ook al over. Misschien kun je ons helpen met definiëren van wat fascisme is, mm-hmm, en wat alt-right is, waar eigenlijk heel links tegen strijden. Ik stel die vraag om het volgende. Ja. Ik heb nou 2-3 mensen waar ik verteld heb wat ik wil gaan doen met deze podcast. Dat ik verschillende soorten mensen wil spreken. En ga je dan dat je een microfoon gaat geven aan alt-right? Is dat de angst die ze hebben? En 2-3 mensen hebben gezegd, dus je gaat mensen van alt-right een podium bieden? Ze zijn zo voorspelbaar. En ik dacht, ik heb niks over alt-right gezegd. Ik heb het niet eens genoemd. Het is ook altijd hetzelfde. En ze zijn zo saai. Maar met één iemand had ik zelfs een discussie die... Hij werd voor hem gelijk een discussie. Ja, het werd voor hem gelijk een discussie. Dus ik zei van, nou ja, wat ik wil doen is mensen die in de normale media wat te zeggen hebben, maar in de normale media vaak al meteen een label toegespitst krijgen of niet genoeg tijd hebben. Ja. Ook mensen die bijvoorbeeld racist meteen genoemd worden. Wil ik eens de kans geven om eens te gaan praten en te kijken waar we het over hebben. En wat ze nou precies bedoelen. En dat is gewoon te onderzoeken. Maar beschuldiging is veroordelen. Dus iemand racist noemen is racist zijn. Ja. Heel simpel. En toen kreeg ik meteen de reactie inderdaad. Dus je wilde ik mensen van altijd een podium bieden. Ik was super verrast, want ik zag het totaal niet aankomen. Was je verrast? Ik was heel erg verrast. Maar het komt uit het niets, weet je wel. Je loopt een paar jaar achter op mij. ik ben niet blank, hè, dus ik krijg het. Jawel, je bent laatst verrast. Dus mijn reactie... Klopt, sorry. Mijn reactie was... Ja? Ja, toch? Dat lijkt me logisch. En ik kreeg meteen een reactie van...
Maar vind je niet dat zij al genoeg een podium krijgen? En dat ze bla 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 bla, al dat soort dingen. En nu zat ik in een discussie over of je mensen die alt-right waren een podium moest bieden. Die gast weet niet wat alt-right is waarschijnlijk. Terwijl ik dat helemaal niet zei of wilde zeggen of whatever. Dat is wat iemand bedoelt. Dus denkt, inderdaad. Dat is Hitler en die mag je niet laten praten. Antifa zien wij, of ik denk dat Antifa fascistische trek heeft. Zij zeggen nee, wij zijn niet fascistisch, wij zijn antifascistisch. Oké. Okay. Wat is, sure. Wat is fascisme? De communisten bestreden ook de fascisten. Nou, ik weet wel wie er het meest fascistisch regime ooit op aarde heeft gehad. Naar Noord-Korea. Dus wat is nou fascisme precies? En wat is de alt-right? En wat is de mythe en wat is de realiteit? Oké. Okay. Eén ding over, ze krijgen al genoeg een podium. Dat is niet waar. Ze worden heel vaak genoemd. Dat had je eigenlijk tegen die gast. Misschien heb je dat wel gezegd. Alt-right is een term die heel het wordt gebezigd. Niemand definieert. Dat is makkelijk, want het is een postmodernistisch trucje. Woorden betekenen toch niks. Het gebruik is iets anders dan wat het is. Het gebruik is leeg geworden. Het is daadwerkelijk een ding. Het betekende in tijden van Gamergate in 2014, 15 of zo. Moeten mensen zelf maar opzoeken, heb ik geen zin in. Betekende het gewoon mensen die niet links zijn en niet traditioneel rechts, saai rechts, maar alternatief rechts. Nou, dat werd meteen in verband gebracht met neonazisme. Nou, wat doe je? Wat gebeurt er als je zegt dat is een neonazi-beweging? Ik denk, oh, dan gaan neonazis, dat is dus voor ons. Dan denk ik neonazi. Ja, die denken, oh, dat is onze plek. Nou, en dat werd ook langzaam en het extremiseerde helemaal. En in figuren zoals Richard Spencer. Alt-right kun je verdelen in. Eén deel is gewoon de AIVD. De AIVD? Ja, gewoon inlichtingendienst. Die proberen nazi's uit hun tent te lokken. Dus die nep-accounts maken en zo. Dat is de alt-right? Nee. Eén deel daarvan is de alt-right. Omdat die denken dat is een grote dreiging. En dan ga je dus nep-accounts maken om op te infiltreren. Maar het zou dus wel heel goed kunnen. Een groot deel daarvan is nep. Je hebt Stormfront bijvoorbeeld, die site. Dat is een nazi-site. Dat zijn gewoon onvervalste naties. Die vinden Hitler een goed iemand. Die kijken naar Hitler zoals moslims naar Mohammed kijken. Grote voorbeeld. Geloven ook in white genocide. En dat afgewend moet worden. Blanke ras superieur is. Dat soort dingen. Dat is wat alt-right nu is. Dat is wie dat zijn. Mensen die in dat soort shit geloven. Maar een deel daarvan zijn gewoon edgelords. Van 17. Die in plaats van dat ze posters van Che Guevara op hun muur hebben. Nazi-posters. Dat vind ik ook niet goed, hè? Maar Che Guevara is ook gewoon een massamoordenaar die persoonlijk mensen executeerde. Dus dat zijn beide kanten gewoon edgelords. Die denken vet stoer te zijn. Nou, groei is over 3 jaar uit. Als een keer een meisje op een kamer komt, denkt fag. Dus die groeien daar wel uit. Dan heb je nog een paar echte diehard racisten. Die geloven dat er een etnostaat moet komen. Die mensen zijn zo irrelevant. En ze worden de hele tijd heel relevant gemaakt. Een soort boogeyman. Het is een soort McCarthyism eigenlijk. McCarthyism, dat waren de communistenjagers in de jaren 50. Dus krankzinnige politiestaatacties. De redcoats are coming. Wat zeg je? De redcoats are coming, dat idee. Ja. En nu is het ding, de bruinhemden komen eraan. Dat is de teneur. En die werken samen met de Russen. En je hoort altijd weer de Russische trollen. Het is een motief in de media. Hè? Want ik dacht de Koude Oorlog afgelopen was. Nou, blijkbaar is hij al 100 jaar bezig en nooit opgehouden. En alt-right, het bestaat. Er zitten echt debielen bij. En Jordan Peterson die zegt dus, nou, ik krijg dus zo vaak berichten van mensen die zeggen, dankzij uw werk heb ik besloten om niet identitarian te zijn. Niet identity politics te plegen, niet totalitaire denken te doen. Maar en niet een onderdeel te worden van de alt-right. Precies, maar een individu te worden. En dat is een hele individuele verantwoordelijkheid voor jou. Ook voor je omgeving, maar vooral voor jou. Mm-hmm. Want je hebt niet invloed op alles. Zorg dat je invloed uitoefent die je kan op dingen waar je redelijkerwijs kan verwachten dat je er ook iets mee kan verbeteren. Mensen van extreem links komen er minder vaak bij Peterson terecht. Hoewel ik wel mensen van links ken die zeggen, ik ben een aantal vrienden verloren aan Jordan Peterson. Dan denk ik, ja. Maar ik weet wel van wie de kant de vriendschapsbreuk kwam, denk ik. Dus de alt-right is een reële beweging, maar dus ja, het is geen beweging, man. Het is, je had het Unite the Right ding in Amerika. Beetje foute types. Weet je, toen bij Charlottesville, dat was, dan kun je zeggen dat was alt-right. Mm-hmm. Daar is toen die kankerleier met zijn auto, heeft die vrouw doodgereden, Heather Heyer. Dat werd enorm gepolitiseerd. De Las Vegas shooting niet.
omdat de schutter geen rechtse affiliaties had. De gast die... Wat had hij dan wel? Weinig. Links, hij had ook iets met islam. Dat is onduidelijk. Helemaal niks over gehoord. Alle slachtoffers waren ook country western festivalgangers. Die waren allemaal blank. Dus dat is toch minder. Het is wel de grootste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Hè? Mm-hmm. Niet politiseren die handel. Ja, misschien iets tegen de NRA. Maar gouverneur Scalise werd doodgeschoten door Hodgkinson, een Bernie Sanders supporter. Eén man schiet andere man dood. Versus enorme rally waar, wat je kunt zeggen, alt-right en antifa clashen en het geweld komt en één man raakt een andere vrouw dood. Dat ene domineert nog steeds het nieuws. Hmm. En het andere over in Nederland niet eens van gehoord in de kranten. Dat vind ik interessant. Dan is het voor mij is wel duidelijk waar de gevoelde urgentie vandaan komt. We moeten oppassen voor rechts, pas op voor rechts. Als je dat blijft doen, gaat links steeds meer denken, ja, we moeten echt oppassen voor de nieuwe fascisten. En wordt rechts alleen maar gesterkt, of de fascistische kant van rechts, daar waar ik het zo over zal hebben, alleen maar gesterkt in het idee dat iedereen tegen hen is. We worden steeds paranoïder, wat opeens niet eens heel onterecht is, want ze hebben het er ook de hele tijd over. Mm-hmm. Zijn we wat ik bedoel? Mm-hmm. Oké, nou fascisme. Fascisme kun je descriptief gebruiken, normatief en pejoratief, meestal gebruik ik het pejoratief. Je noemt een fascist, dat is geen compliment en dat is ook geen neutrale beschrijving. Maar je hebt ook filosofen zoals Julius Evola en volgens mij ook René Guénon, ik ken hun werk niet heel goed, die zijn fascistisch. Fascisme gaat uiteindelijk over strikte hiërarchie, een strikt gestratificeerde samenleving, totalitair is het ook, waar alles zijn plaats heeft en waar niks verandert. Het is vaak ook heel nationalistisch. Dat is fascisme, voor zover ik het begrijp. Vind ik het moeilijk om... Ik snap wel dat je met een beetje creatief mental pretzel... Forum dan een fascistische partij kan noemen, sure, maar ik denk niet. Ik denk dat het stroopop is en dat de mensen die het zeggen het heel vanuit ook niet geloven. Want ik praat er wel eens over met mensen. Mm-hmm. Mensen die mij niet kennen en ook niet weten wie ik ben. En dan kom ik nooit heel rechts over, want ik ben ook niet heel rechts. Ik ben een filosoof, daar hoor je eigenlijk een beetje boven te staan. Maar wat is er dan zo racistisch aan? Ja, Baudet wil dat Nederland voornamelijk blank blijft. Ja, maar dat mag toch een Zimbabweaan ook vinden dat zijn land vooral zwart blijft. Ik denk dat wij dat helemaal niet zo mooi zouden vinden als dat hele land blank werd. Ja, dat mensen dat heel racistisch zouden vinden. En koloniaal. Waarom mag je niet willen van... Kijk, het ding is, je kunt een cultuur van een land veranderen door het volk te veranderen. Mensen brengen namelijk hun eigen gebruiken met zich mee. En er is ook nog zoiets als sociale homeostase, dat er dus altijd voor zorgt dat een bepaalde groep, ik zou eerder zeggen verzameling, maar stel je bent een etnische minderheid, je hoort daarbij, dan heb je vaak meer op met mensen van die etnische minderheid, omdat je een minderheid bent en elkaar herkent. Dan zul je dus eerder geneigd zijn op te trekken met die mensen. Daarmee isoleer je ook een beetje van de bredere maatschappij. Maak je eigen positie en situatie ook wat minder goed. Vervolgens kun je daar dan de schuld van geven, of niet, als je een beetje volwassen bent, doe je dat niet, aan de boze buitenwereld. Maar dat zorgt er wel voor dat je meer tribalisme krijgt in een land. Als je heel veel mensen die er heel anders uitzien en hele andere ideeën op nahouden in een land hebt, dan is het moeilijker om een goed functionerende democratie te hebben, want mensen zijn veel minder met elkaar eens over kernwaarden. En dat brengt me bij islam. Islam heeft andere kernwaarden dan christendom en dan jodendom. Het is een unieke religie in die zin dat het een volledig holistisch systeem is. Alles wat je moet weten staat in de Koran. En in de Koran staat ook dat het voorbeeld van Mohammed gevolgd moet worden. Dus ook nog eens alles wat je weet staat ook nog in alle verschillende hadith en in de Sira. Dan is inductief redeneren heel moeilijk. Als je van zo'n vastgezet idee uitgaat. Dat de Koran een boek wat is gecompileerd uit alle recitaties van Mohammed. Die opgeschreven zijn door Zaid, ik weet niet hoe die heette, scribe. Zijn verzameld door een van de eerste vier rechtgeleide kalifen. Ik geloof dat het Uthman was, maar het kan een andere zijn geweest. Die zei, verzamel de Koranversen. Die heeft ze vervolgens geordend naar lengte van het vers. Dus dat is al niet meer het directe woord van God, hè? Dat is geredigeerd. Mm-hmm. Onleesbaar. Fucking onleesbaar. Als je het weer chronologisch legt, wat kan, komt er wel een wat duidelijker verhaal uit.
Maar dan blijkt dat al die openbaringen altijd heel goed uitkwamen op het moment als je de biografie van de profeet Mohammed ernaast legt. En de hadith, wat hij allemaal gezegd en gedaan heeft. Nou, zeg het een heel belangrijk ander punt. Abrogatie. Jij weet wat abrogatie is, hè? Nee. Nee? Nee. Oké. Dat is... Mohammed spreekt zichzelf eigenlijk altijd tegen. Je hebt twee Mohammeds. Mohammed van Medina en van Mekka. Toen hij wegging, toen gevraagd werd te vertrekken uit Mekka, of werd verdreven, ging hij naar Medina. In Mekka preachte hij een redelijk open religie, tolerante religie, eentje naast alle anderen. Hij was ook een dichter en een verhalenverteller en waarschijnlijk epileptisch, maar dat weten we niet zeker. Hij was in ieder geval analfabeet. Raar idee dat God nou juist hem kiest om een maand te gaan mediteren in een grot. Ja, als ik een maand ga mediteren in een grot, ga ik ook hallucineren. Zeker als ik ook prone ben to epilepsy. Ander verhaal. Hij bekeert ongeveer 100 mensen in 10 jaar. Nou, dat wordt niks. Oké, gaat hij in Medina, gaat hij een andere strategie. Een hele intolerante strategie, een militaire strategie. Hij wordt politicus. Daar groeit die religie als kanker, zou ik het dan eerder noemen. Het woekert. En dan gaat hij vervolgens terug naar Mekka. Wat hij langzaam inneemt door er steeds meer van zijn volgelingen, de moslims, daar naartoe te laten verhuizen. Dat is waar de hijra vandaan komt. De pelgrimage naar Mekka, dat is een herdenking daarvan. Daarom begint de jaartelling ook daarbij. Dat is een vorm van jihad, een vorm van heilige oorlog door migratie. Zo zie ik ook de stop uit Afrika trekken en de Syrische migrantencrisis. En niet omdat iedere persoon die hierheen komt denkt, lekker jihaden door migratie. Nee, het is gewoon een normaal cultureel gegeven. En ook, het is beter in Europa. Wat ik dan wel opmerkelijk vind, is dat je dan wel al die gebruiken meeneemt die jouw land tot zo'n kutland maakten. Dat is een beetje gek, maar ja, dat zou ik individueel ook niet mee stoppen. Abrogatie houdt in dat hij dus in die eerste en tweede periode totaal tegenstrijdige dingen heeft gezegd. De eerste was allemaal vredig, of in ieder geval niet oproepen tot intolerantie en geweld. De tweede is allemaal, wees geen vrienden met de kafir of de kufar. Bedrieg de kafir of kufar als dat moet. Trouw niet met de kufar. De kufar is minder waard dan de moslim. Dat soort dingen. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander een moslim niet. Dat is de gouden regel in de islam. Totaal anders dan in christendom, jodendom of in de code van Hammurabi bijvoorbeeld. Dat idee, dat verschil in profeet ook, dus Jezus als profeet en Mohammed als profeet, als een warlord, dat maakt, ik denk dat ideeën ertoe doen, zeg maar. En ik denk dat als je een cultuur hebt die gebaseerd is op 1400 jaar, zoals de westerse cultuur gebaseerd is op 2000 jaar christendom, 3000 jaar Grieks denken, misschien iets minder, nog 1000 of wat Joods denken ervoor, daar redelijk het product van is het islamitische denken en de Arabische cultuur veel meer het product van Koranisch denken. In de Koran staat, gaat ook heel veel over de ongelovigen, over jou en mij, of ja, jij bent ook geen moslim geloof ik. En hoe je daar je toe moet verhouden. Ik ben afvallig. Je bent een apostaat, nou dan weet je wat er, als iemand die echt even enthousiast is, een zeloot, wat die met je zou willen doen. Ja. Nou geloof ik niet dat de meerderheid van de man. Het gaat me niet om de meerderheid. Bridget Gabriel zei het heel goed. The peaceful majority are irrelevant. Wie zei dat? Bridget Gabriel. Gabriel, dus gevlucht uit Libanon, christen. Tijdens dat godvergeten bloedbad daar. En dat is ook waarom ik het zo. Dat heeft Christopher Hitchens mooi gezegd over zijn land. De Libanese burgeroorlog. Ja? Dat was het gevolg van gewoon dat steeds meer sectarisch worden van die geloven. En dat was ook gewoon duidelijk het gevolg van hoe meer islam er komt. Kijk, islam, Timon Dias zei dat een keer mooi, is een dominante religie die het heel slecht verdraagt niet de baas, niet de dienst uit te maken. Ja. Die neigt naar verspreiden. Nou, doen alle ideologieën dat wel, hoewel jodendom niet, want die bekeren niet. Niet meer, deze vroeger wel. Heb ik laatst geleerd van een Joodse man die daar wat over wist. Maar die manier van kijken naar wie het grote voorbeeld is. Mohammed is het voorbeeld dat het is de beste mens die er is. Het is niet de zoon van God, maar het is wel de beste mens die er is. En zijn voorbeeld moet gevolgd worden. The peaceful majority does not matter. Ja, irrelevant. Waarom? Want het tegenargument tegen deze positie is over het algemeen, ja, dat zeg je inderdaad wel, maar de meeste moslims denken niet op deze manier. Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet, maar dat is het argument. Maar ook als dat zo wel zo zijn, is je punt dus inderdaad, dat doet er niet toe. Waarom? Omdat die niks doen.
Er is een gezegde dat een extremistische moslim of fundamentalistisch, wat eigenlijk fundamentalist betekent, echt geloven in het fundament, terug naar de bron, is iemand die een ongelovige wil onthoofden of een verkeerd soort moslim. En een gematigde moslim is iemand die dat liever door hem laat doen. Beetje gechargeerd. Maar als je een paar leuke polls van Pew Research kijkt. Wacht, die vergelijking lijkt me enigszins oneerlijk. De gematigde moslim is degene die het liever door een ander laat doen. Ja, dus dat is zeg ik ook, een beetje gechargeerd. Maar het punt is, de meeste mensen zijn gewoon laf en zijn niet zo erg geïnteresseerd in geweld. Mm-hmm. Ik ook niet, ik ben er ook niet goed in. En daarom denk ik dat de vredelievende, nou ik weet niet, vredelievend eerder gewoon, ja, het boeit je niet zo heel veel. En maar goed ook, ik zeg ook wel eens dat islamitische mede-Nederlanders vaak prima burgers zijn, in zoverre ze hun geloof niet altijd serieus nemen. Net zoals dat geldt voor mensen uit de Bible Belt. Dat vind ik ook geen prettige mensen. Maar die hebben niet het idee dat ze hun kind moeten afmaken als die van het geloof afvalt. Je wordt verstoten en dat is al heel wat. Maar dat is wat moslims die hun geloof een beetje serieus nemen als genadig zien. Ga maar weg voordat iemand erachter komt. Voor een of ander overenthousiast familielid erachter komt. Het gaat mij dus om een harde conceptuele scheiding te maken tussen islam en moslim. Mm-hmm. Tussen Mekka en Medina, die twee periodes van Mohammed. Maar het punt is, abrogatie. Het latere, dat wil ik nog uitleggen, abrogatie houdt in dat het latere vers, of het latere, wat later wat Mohammed gezegd heeft, het latere hadith, het latere surah, weerlegt altijd het eerdere. Mm-hmm. En laat het nou toevallig zijn dat alle vredelievende, er is geen dwang in religie, eerst werden gezegd. En alle bevechte gelovigen waar je maar vindt, hak hun vingers en hoofden af. Komen later. Dat is doorslaggevend. Weet iedere islamitische theoloog. Die weten dat allemaal. Punt is, er is ook nog zoiets als takia. Je weet wat takia is. Nee, niet veilig. Nee. Oké, je weet het wel. Holy deception. Dat is het idee om te liegen voor het verspreiden van de invloedssfeer van islam. Is goed. Is verplicht zelfs. Dus als je als moslim probeert te mingelen, of als terrorist dan even, probeer te mingelen met je coworkers en je wil niet opvallen, dan drink je ook een biertje. Dat mag dan. Dan noem ik dan een tequila sunrise. Dat van een tequila sunrise. Dat wordt nog een ding. Dat is allemaal ideeel. Dat is allemaal onderdeel van de doctrine. Het is een politieke doctrine. Dietair, ja. Economisch, alles. Dat is heel anders dan de Bijbel. Afgezien of de meeste mensen dit doen of willen, dat doet er niet toe. Het gaat om de politieke ideologie. Er is ook heel veel angst voor mensen die het helemaal niet zo serieus willen nemen. En het eerder zien, ja, het is een beetje cultuur. En net zoals we vaak wel met kerst naar de kerk gaan. Hmm. Ik zou heel graag zien dat heel veel Nederlandse moslims de kans kregen in hun eigen omgeving, want die kan nogal verstikkend zijn, om het ook op die manier te benaderen. Atheïstische moslims te worden, of culturele moslims. Er zitten mooie dingen aan. Maar omdat het gewoon een religie is met een groot verhaal. En het bestond al lang voor Mohammed er was. De volksislam. Echt, al die stammen die hadden dan samen een beetje zo'n. Net zoals de Joden, het was ook maar gewoon één volk met hun religie. En daar horen we nog van, want zij hebben het overleefd, de Israëlieten. De anderen niet. Die bevochten elkaar. En dat zeggen mensen, ja, er staan toch ook gewelddadige passages in het Oude Testament. Ja, maar die zijn meestal niet instructief aan alle ongelovige doden. Dat is een heel belangrijk verschil. Dat is net als zeggen, ja, Philosophy Magazine en de Donald Duck zijn toch allebei ook een blad? Er staan ook rare dingen. Ja, sure, maar het is een kwalitatief verschil is wel even belangrijk. Er staan geen actieve geweldsoproepen tegen alle ongelovigen die nog steeds gelden nu in het Oude Testament. En nou, helemaal niet het Nieuwe Testament, dat is het 2.0. De Koran heeft dat niet. Want de Koran is klaar. Totaal verhaal. Einde verhaal. Nou, er zijn heel veel geleerden daar natuurlijk over aan het debatteren. Mm-hmm. Maar in de praktijk is dat niet. Dat is een totaal andere benadering van de kosmos. En ook van hoe je. Wat jou te doen staat als goed mens. En als het volgen van Mohammed het beste is om te doen, dan wil ik wel eens weten wat mensen dan geloven dat hij gedaan heeft. Nou, dat ligt er niet om. Dus het gaat bijna niet om of Ayesha nou. Of Ayesha, ja, ik weet niet precies hoe ik moet zeggen. Of die nou 9 of 18 of 27 was of 6 toen Mohammed het huwelijk met haar consumeerde. Het gaat me erom, wat gelooft iemand anders? Hoe oud was ze? En kun je dat dan automatisch goed? Nou ja, kun je dat dan automatisch goed? Mm-hmm. Want dan ben je wat mij betreft niet goed bij je hoofd.